Bij Nachtraaf. Een podcast voor, door en over mensen. Actief achter de schermen van de show. Hallo en welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Nachtraaf. Vandaag hebben we alweer een Titaan uit het wereldje op bezoek. Ooit was het de bedoeling om de meubelfabriek van zijn vader over te nemen. Maar het lot besliste daar anders over toen hij in 1985 samen met Jan Verreken voor de eerste keer Night of the Proms organiseerde. Toen nog voor de studentenvereniging Unifac. Het was meteen overduidelijk dat de Jannen een talent bezaten voor het organiseren van evenementen. En dat bewijst ook hun carrière. Het succes van hun events werd de volgende jaren steeds groter. Maar de bal ging pas echt aan het rollen toen ze in 1996 in samenwerking met de provincie Antwerpen het Sportpaleis overnamen. Eén jaar later kregen ze trouwens ook de prijs voor Marktier van het jaar, omdat ze zich als concertorganisatoren onderscheiden van de, rest, van de rest door veel belang te hechten aan marktonderzoek en te kijken wat het publiek wou. Vandaag de dag is onze gast CEO van de Sportpaleisgroep, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van Belgisch grootste zalen, zoals onder andere het Sportpaleis, Lotto Arena, de ETIAS Arena en Vorst Nationaal. Hij staat mee aan het roer van PSE, die evenementen organiseert, zoals nog steeds Night of the Proms, maar ook Slagerfestival in de ETIAS en de Cluzo Shows in het Sportpaleis. En alsof dat alles nog niet genoeg zou zijn, staat hij ook nog eens aan het hoofd van Teleticket Service, het ticketingbureau dat vandaag marktleider is in Vlaanderen. Een dikke boterham, dus waar we hem liefst zelf over laten vertellen. Welkom, Jan van Esbroek. Ik heb die huiswerk gedaan, proficiat. Dank je wel. Wat is een goed werkelijke, dus, Pieter? <laughs> ja. Die doet dat goed. We beginnen met uh, een paar vragen om op te warmen. Yes. Uw um, favoriete concertzaal? Uh, dat is de lastige. Laten we stellen van degene die wij uh, beheren, vind ik eigenlijk Nationaal. De warmste zaal die we hebben. Oké. Okay. En, van, en van degene die geniet die begeert? Er is een internationaal of, of binnen België een zaal waar je van zegt? Dat vind ik echt. Uh... Goh. Ik vind, uh... ik vind. Er wordt heel veel gedaan over de O2 in, uh, in Londen. Uh, ik vind die zaal op niet veel trekken, maar de omgeving waarin dat ze die hebben neergepoot is natuurlijk wel, uh, wel enorm. Alleen als je dat ziet, wat een... Met dat water er rond. Zo. Ja, plus ook al die, al die omliggende exploitaties die daar zijn. alleen dat is geen zaal, dat is eigenlijk een heel dorp. Een stad dat ze daar hebben neergelegd. Mm -hmm. Dus dat concept vind ik, vind ik wel fijn. De zaal zelf, die, die kan me helemaal niet bekoren. Die vind, daar ben ik, ben ik niet, word ik niet warm van. Ik hoorde een hoop mensen heel hard stoeven over de ziggo Maar ook daar, als ik er binnenkom... Nee? Nee, ik ben daar geen... Een, uh, ik word er niet koud. Nee. nee. Ik... Uh, te clean of zo? Of? Ja, misschien te, te, te hygiënisch. Tegenwoordig is dat natuurlijk nodig. Uh, Noemde, wat, wat? Te, wat? te hygiënisch. Ah, te hygiënisch. Ja. Uh, ik denk, um, de, de, de redelijk vierkante vorm die, die dat heeft, uh, uh, stoort mij een beetje. Uh. En het enorme, uh, de enorme parterre, het enorme middenplein. Nu, in Holland zijn ze natuurlijk veel meer gewoon om concerten met staande, met staande uh, middenplein te organiseren. Mm -hmm. En dat is daarop uh, gebouwd. Maar ik vind het... Uh, nee, je kunt ook niet in de round in spelen, bijvoorbeeld. Nee, er, zit geen, er zit geen mogelijkheid achterin. Mm -hmm. uh, dus ik... Uh, het is gewoon het is prachtig, het is uh, groot. Je ziet eigenlijk, als je binnenkomt, dat het gebouwd is van een architectuur... Die ook uh, luchthavens zitten en dat soort zaken. Dat is heel, allez, heel, heel mm -hmm. knap gedaan. Maar het bekoort me niet helemaal. Kom, ja. nee? ja, ik snap dat wel. Mm -hmm. ja. hey, en vorst is ja. wel achter. Oh, goed, meer aan <laughs> die vrouw. Ik heb nog niet recht op Vraag nummer twee. Voetbal of basketbal? Oh, basketbal natuurlijk, ja. Right. In de round of toch maar de standaard podiumopstelling? Nee, in de round. In the round ja. Ja. Rome of Milaan? Dat is een lastige, maar dan kies ik toch voor Rome, ja. Oké. Okay. Klassieke muziek of slager? Dat is een oneerlijke vraag. Uh, als, je, als ik moet kiezen, dan, dan zal ik voor de slager gaan. En waarom is dat een oneerlijke vraag? Ja, omdat het uh, killing your darlings is. Ik, mm. <laughs> ik, ik heb mijn leven gebouwd op klassieke, of een stuk klassieke muziek via Night of the Proms. Dat is natuurlijk wel wat crossover, maar... Uh, het is dat, aan de andere kant, het, uh, de amusementswaarde van het Slagerfestival in, in, uh, in Hasselt. Oh, dat ligt een heel stuk hoger dan om te even welke klassieke uh, muziekbeleving die je kunt. Uh, kunt Beide be dus eigenlijk. Maar ja, nee, oh, maar daar mocht ik niet op aan te wijden. Nee. Dus, <laughs> maar hoorde uh, je graag Slagermuziek? Nee, ik ben er geen fan van. Nee. Maar ik, 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 uh, ik ben. Allee, het gaat over beleving, wat dat wij doen. Hè. Wij, wij... Mm -hmm. Ik ben ook geen muziekkenner als dusdanig. Hè. Ik, ik, ik kan al wel een keer iets horen waarvan ik denk, oh, dat ga ik het wel maken. En vaak, mm -hmm. vaak zit ik, er even, al ik zit er even vaak naast dan dat ik erop zit. Uh, slagermuziek is niet, is niet moeilijk. Dat, is niet, dat, dat, dat triggert niet muzikaal, maar als je ziet wat dat, dat teweeg brengt. Ja, dat 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 wel. Ik ben daar nog nooit, uh, nog nooit geweest, maar had hij daar niet gewerkt, Pieter? Ik heb er al een paar slagers gedaan. Ook al dat is voor professionele reden ook eens geweest. Is dat voor een professionele reden dan <laughs> uh, geweest? Uh, ja. Voor wat? Uh, ah, mijn mono nog heel begin met mijn stages. Dat was, uh, uh, huh? Ergens ter lande, een slagerfestival, ja, dat is wel speciaal mee te maken. Ah, ja, uh, ah, ja. Ah, dat wist ik niet. Ja, maar ze een... dat is, Volgende cool. vraag. Het moet hier een beetje tempo ja. Ah, oké. Okay. Wat is de favoriete show die jij ooit gezien hebt in het Sportpaleis? Of uw favoriete show. Ja, dat is weer dat is hetzelfde probleem. Hè. Dat, uh, je, kan niet, je kan nooit de show op zijn totaliteit uh, uh, valoriseren, maar laat ons stellen, Als ik nu de laatste vier, vijf jaar bekijk waarvan ik zeg, bam, dit slaat uh, veel, dan denk ik terug aan Bruno Mars. Niet de laatste tournee, maar een tournee daarvoor. De naam ben ik even kwijt. Uh, maar dat was zo'n gave prestatie. Zo'n vrolijkheid die van het podium afstraalde. En dat was eigenlijk in het begin van, van zijn grote doorbraak. Waarbij ik, ik herinner me dat ik tegen Jan gezegd heb: ik zeg, allee, Als je ooit denkt dat er een opvolger komt van Michael Jackson, dan heeft hij een, gisteren in, de daar, heeft hij gisteren ja, ja, ja. in het Ritzportpalais gestaan. En dan moet ik zeggen: de tweede tournee is hij bij ons begonnen. heeft Hij heeft zijn, zijn eerste shows bij ons gedaan. En dan viel me dat een beetje tegen. Ja. Maar ik kan me dat inmelden omdat het nog niet gerodeerd was op dat moment. Dus ik, heb eigenlijk, ik had eigenlijk toen uh, de neiging of gevraagd om in Nederland nog eens te mogen gaan kijken. Maar door uh, agendaproblemen is dat niet gelukt. Hm. Die heeft nu met Anderson Paak ook uh, ja. een heel cool project. Sonic Silk, denk dat dit. Super nummer. Ja, hè? Ja. Even tussendoor. <lacht> <lacht> nee, maar ja, ja. Hey, ik vind ja. dat wel hard. Uh, dat is cool. Ik ken een artiest. Had, uh, alleen die band dat hij mee had. Ja. Ja, me niet geloven. Die mannen doen balletter wel als, uh, terwijl, allee, dat is, ja. dat is echt Het is dat hij uh, hem ook super involved is. Hè? Dat dat niet het niet type zanger of artiest is die gewoon toekomt. Uh, ja, ja. Ik heb gehoord dat hij op Water Classic, Kwarter Boutique, denk ik, is, is ook gespeeld. En dat hij hem daar tot s'nachts, de avond ervoor was, voor, voor meetleg te lichten programmeren. Ik kan, ik, dat, kan ik, dat geloven. Ja, dat hij wel echt on the case die gast. En, uh, en ik heb die show dan ook gezien op uh, op boutique. Ja, dat was wel echt... De, wow. Ja. Ja, ja. Een bewijs daarvan is ook in Vors Nationaal geleverd, want ergens in de, uh, de graffiti uh, uh, daaronder mm. heeft uh, Bruno Mars een redelijk mooie graffiti achtergelaten. Nou oh, ja? Kijk. Ja. Cool. Mhm. Mm Um, de volgende vraag: uw favoriete artiest. Manneke, zeg <laughs> jij. Nou, een beetje taal. <laughs> wie staat er in die vraag, op Rabool? Dat is toch een andere vraag. Dat is toch ik vind ah. een goede vraag. Zo leren we Jan van Esbroek hè? Ja. Oké. Okay. Uh, als ik dan één moet uitkiezen, wie een show ik graag zou willen doen, dan is Justin Timberlake. Mm -hmm. Cool. Maar hij gaat me niet komen vragen, denk ik. Maar goed. Wie weet, een warme oproep. bij Kan deze hem niet goed? Nee, dat is een andere. Dan niet. Uh, Bier of wijn? Wijn. Was dat niet voor een vraag? Uh, John Miles. Niet zo hard zijn voor Bram. Die is dan wat jonger, hè? We... Uh. Ik drink graag bieren. John Miles of Bart Peters? Bart Peters. Um, de laatste vraag: ondernemer of showproducer? Uh... Als de vraag is wat zou de, waar, waar wil je het, het liefst uw tijd in steken, dan is het uh, het produceren van voorstellingen. Maar helaas denk ik dat ik beter een ondernemer ben dan een producent. Maar goed. Ah ja? Maar, dat denk ik wel, ja. Allee, ja ik, ik, ik voel niet... Ik vind niet dat ik veel, veel talent heb voor het produceren van shows. Um, het talent dat, dat ik daar het al leer, is denk ik vooral de juiste mensen bij elkaar brengen en te proberen daar heel veel uit, uh, uit, uit voor te krijgen. Het is een combinatie, allee, de, de, de som, de som verhogen. De 1 plus 1 is 3, mm -hmm. of 2,5. Dat laatste halfje is dan misschien de verdiensten om 1 en 1 bij elkaar te brengen. En dat is wel iets dat ik graag doe. Ik, allee, ik, ik durf natuurlijk wel uh, vaak wat, uh, wat suggesties doen, maar ik vind niet dat dat het enige... Dat dat heel veel verdiensten heeft, wat ik doe. Ah ja, ik denk dat je dat wel een beetje... Mag, mag, mag ik hierop doorgaan, Bram? Of heb jij Zal nog... Uh... Nee, 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 absoluut uh, nog... <laughs> nog een vraag. <laughs> <laughs> ah, ik dacht... Uh... Ai, ik, ja, ik zie dat totaal ja. niet zo. En ik heb toch wel al door veel mensen anders overhoornd spreken. Uh, het is misschien op, dat je over, op het vlak van ondernemerschap dan misschien in een andere league nog speelt dan showproducer. Maar ja, ik denk dat je een inbreng wel... Uh... Zeker. En ook de juiste mensen samenbrengen, is toch ook een ja. belangrijk onderdeel van dat is. De basis, van... De... Ja, oké, okay, maar goed. Allez, das, 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 je kunt trainer zijn van een wereldploeg, dan ben je zitten nog niet in een goede basket of voetballer al dan gelijk welke, 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 welke uh, sport je spreekt. En ik denk dat dat hier ook een beetje het, het geval is. Allez, ik, ik heb misschien wel een, 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 een aanvoelen van wat dat goed kan werken en wat dat minder goed kan werken. Maar in essentie is een concert, maar. Wordt een concert maar beleefd. Alleen als ik nu terugga naar de Bart Peters idee, ja, dan is het oh goed, ja. Uh, een artiest die met een koor van 500 man wil komen en dan heb ik het idee gehad van, weet je wel, dat we dat bovenop elkaar zetten in, uh, in, een, in, een, in een appartementsgebouw. Maar dan hebben we een Walter nodig, hè, die hier ook gezeten heeft, mm -hmm. die dan zegt, ja, maar wacht, we gaan dat nog een beetje anders kunnen doen. En die brengt dat dan in orde. Dus wat is mijn verdienste daaraan om te zeggen? Ja, ik wil ze bovenop elkaar zetten, oké, okay. maar het feit dat, dat die... Ja, oké, okay, ja. We doen... Zo kan je iedere, iedere idee op de show uh, uh, minimaliseren. Alleen, ja, allee, het, het gaat... waarom, waarom wordt dat dan ervaren? Ja, omdat al die punten bij elkaar komen. En je hebt dan een goede lichtman die heel veel huiskamerwarmte kan creëren. Een excellente gelaatsmens uh, uh, die het ook gezegd heeft, ja, maar wacht even hè. we gaan hier niet zomaar geluid maken. Allee, ik weet dat u dan nou wellicht. Maar we gaan ook dat en dat en dat doen, want dan wil ik erbij. Dat is niet mijn verdienste, dat is die van hem. dat uiteraard. Het feit dat dat dan zeer goed klinkt en heel warm aanvoelt, maakt dat je in plaats van twee, drie of vier concerten, dat je er 22 kunt doen. Hè? En, en ik denk dat wij dat goed marketen en dat goed in de markt zetten. En, en ik denk dat ik af en toe wel eens aan, aan een paar wil zeggen van misschien moeten we dat nummer toch maar niet doen of moeten we dat van plaats veranderen, als je het er mee eens bent, maar ik, ik moeie me heel weinig met dat soort zaken. Maar het is, de, ja, het, is de, het is altijd een team effort. En, en eigenlijk, hoe, hoe meer je op de achtergrond kunt blijven zitten, hoe, hoe beter dat het eigenlijk is. Want je moet er u niet mee moeien. De kennis van al die mensen apart is honderd keer groter dan mijn kennis over hun vakgebied. Het enige wat ik moet doen is zorgen dat dat, 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 ble, dat, dat ja, blendt, mm -hmm. om het in je laatste termen te zetten, en dat dat, en dat dat marcheert. Is dat iets wat je sorry, nooit gedaan hebt? Daar veel inspraak in gegeven? Of? bedoelt je in... In gelijk dag juist hè, Bijvoorbeeld opmerkingen maken over de setlist. Of, of heb je altijd aangevoeld dat dat niet uw taak was? Nee, wordt, nee dat, dat hangt er een beetje van uit. Bij Bart heb, heb ik dat minder. Waarom? Omdat zijn repertoire... Dat ik dat minder beheerste. Zeker toen. Mm. He, ondertussen. Er was iets meer. <laughs> Wat bijgeleerd. Uh, bij shows als Clouseau bijvoorbeeld uh, was dat anders. En veel alle duidelijkheid, ik heb me daar uh, muzikaal niet mee te moeien. Maar doorgaans werd er uh, begonnen... Van de lijst van nummers die ik gaf, niet dat daar de verdiensten van het moeten de die zijn, mm -hmm. maar er zal voor een stuk een stuk luiigheid geweest zijn bij die twee broers. Dat wordt die allemaal... pas een hè. Ja, dat was in Leujaert. Ja, Van was nee. We ja. van, moeten weer van een wit blad beginnen. Er wordt heel vaak gemakkelijker begonnen van al een beschreven blad, om het dat raad. dan te corrigeren, dan van een witblad. Hè. En, en... Ja, dat komt dan, dat, 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 uh, was dat een wetenschappelijke benadering of zoiets dat je daar juist zei? Of marktonderzoekbenadering. Ja, ja. Wat ik deed is gewoon, uh, we, we, we hebben 12 twaalf of veertien jaar clozo gedaan. Ik hield de playlist van elk jaar bij en dan hoeveel keer hebben we welk nummer gespeeld en waarom hebben we dat dan vaak gedaan. En daar vertrok ik vanuit. En dan voegde uiteraard de, 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 de nummers bij. Dat zijn dan vooral zij die nieuw zijn en die, die je wilt toevoegen. En er zit, je probeert een flow te vinden in ritme en in, uh, en in, en in uh, experience. Uh, en je probeert naar een hoogtepunt te werken voor een pauze en dan uh, twee keer in uh, een halen pauze. Dat is allemaal geen, geen rocket science. Hè. Dat, is, uh, ja, okay. dat is redelijk. Maar um, even als je vindt dat je daar niet 100% en best in zit, wie is je voorbeeld daar dan wel in? Want doen er dan eigenlijk nog andere mensen naast, hey, naast hey, zo'n show echt produceren? Ja, natuurlijk. Uh, Um, Niels de Stadsvader heb ik niks mee te maken dat, is, dat zit goed ineen het, is, allee, het wordt op een manier gedaan waarvan ik, waarvan, waar ik niet, zo voor, niet zo, waar ik niet voor zou kiezen oké okay. uh, maar, maar dat is ook, dat is ook prima hè? Uh, als Oscar en de Wolf daar passeert Oh, dat zit goed in Orde. Daar is, daar zegt door ik denk dat, dat een artiest daar ook heel veel, uh, heel veel, Klink, uh, klinkt ook altijd vrij goed, hè. <laughs> dat kan ik me nu echt niet herinneren. Ja, maar moet dat, je checken. dat kan ik me echt niet herinneren. Ja, ik, ik zie meer dan dat ik hoor. Ja. Uh, <laughs> maar, maar, dat is ook al. <laughs> Oké, nee, maar, okay, maar allee, dat zijn mensen. Um, ik wil zeggen. Het is een speciale rol dat de hij daarin speelt, omdat je zowel organisator zit op, op dat moment, maar ook showproducer eigenlijk. en Dat is een, dat is een, een combinatie dat je, niet zoveel, dat je niet zoveel tegenkomt. Ik denk niet dat er bij andere organisators die dan de zaal zouden huren, ja, zo'n idee uitgewerkt worden. Ofwel, of wel? zie ik dat, zie ik dat te, te eng? Dat denk ik wel. Enfin, dat denk ik wel. Okay. Uh. Elke Allee, Balthazar komt nu in, uh, in, in de Lotto-Arena staan. Mm -hmm. Daar zal zich wel iemand mee bezighouden, hoe, hoe, hoe dat, dat er moet uitzien en, en, en dat technisch coördineren en, en, en dat bij elkaar brengen. Ik weet niet goed wie het hè? Uh, maar, uh, ik denk dat dat gewoon opvalt, omdat het toevallig de dingen zijn die heel uh, mediatiek zijn geweest. Hè? Bart en, en Clouseau en, 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 en dat daar misschien... Het voortgevloeid wordt van tja, dat moet nogal, nogal een team zijn. Terwijl dat, ja, ik, ik blijf daarbij. Dat is niet, eh, als ik die internationale producties zie passeren bij ons, maar, 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 als je zo pink een show komt, ja, dan, nou, dan, dan voelt je nog zo groot. Hè? Mm -hmm. zelfs, al, zelfs al zou je iets betekenen hier in, in, in dit land. Dus ik, eh, ik denk dat, we daar, dat ik daar terecht bescheiden in mag zijn. Ja. Uh, maar het is voor alle duidelijkheid om de vraag af te ronden. Okay, maar maar is... zo, je werd dat ook met andere middelen hè, dan, dan pink? Dus soms... Ja, maar soms hoeft het niet altijd. Uh, alleen, ik, ik weet niet of dat je die. Een van de openingen van pink mm -hmm. is. Uh, Break your glass, is het dat? Uh, dat nummer? Ja, ik ben naar mijn dochter aan het kijken, die ziet het helemaal niet meer. Um, dus uh, dan heb je. Uh, het podium gaat donker, wordt licht, dan komt iets naar boven, en dan hangen, achteraf heb ik elastieken aan. Mm -hmm. En zij zit onder het podium. En ze zingt, en dus op het, uh, op het refrein laten ze die los. Dan schiet die omhoog. Is over. Dat, dat is toch uh, fantastisch? En uh, dat kost ja, geen geld. Maar, allez, ja, ik bedoel, uiteraard moet het be <laughs> <moet> een beetje <laughs> veilig zijn, ja, maar <laughs> ik bedoel, van, van alle props en alle... alle ik dat bedoel, dat is, dat, dat, is, dat is minder duur dan de kledij van die nummertje van alle danseressen, hè? Ja. Da, ik, dat vind, daar ben ik nu een stukje op. Op, ja? dat soort, op dat soort uh, uitvindingen zo. Dat, die, allee, geweldig hè, die hangt tot dan door om te bengelen en dan ja. Ik vind dat, ik, daar daar mijn mond van open, ik vind. Een opening trouwens van de show altijd uh, fantastische AC/DC inderdaad met die met die trein. Groot op zich. Maar goed, dat was, dat was dan een opening denk ik wat met budget van vijf jaar Clouseau in zat uh, volgens mij. Dus uh, ongeveer. Maar goed, maar dus, het hoeft niet altijd Duur te zijn. Het, en, en eigenlijk is dat een van de grote uitdagingen, vind ik ook, naar, naar light designers toe. Is niet noodzakelijk de, de laatste nieuwe lamp, of de sterkste, of de, de, de snelste, of wat dat het ook moet zijn, maar probeert iets te verzinnen. En met, met Bart Peters is, is Christophe de Vrieze daar afgekomen met onnozel gierlandekens uit, uit het dak te laten. Dat is, dat is geniaal gewoon. Dat, maakt, dat geeft ineens een sfeer. Mm -hmm. uh, kijk, ik zie dat is, hem, dat, is, alleen, dat is Hij heeft dat ook verzonnen, ik niet. niet hè, dus uh, het is wel. Ik heb hem wel gevraagd omdat ik weet een, dat hij het repertoire van, van Bart natuurlijk zeer, zeer goed kent. Ja. En dat soort licht kan zetten gewoon. Dat is, uh, ja, dat is een van, de, van zijn verdiensten. Dus daarom uh, het is het altijd prettig om met zo'n zo gast te, te werken. En die komen dan ook met, met tien ideeën af en goed, er is een soort eindredactie en die ligt dan voor een stuk bij mij. Van, tja, dat gaan we wel doen en dat gaan we niet doen. En dat heeft vaak met budget te maken ook. Dus, ja, ja, ja. Maar het is juist die eindredactie, als je dat als je verantwoordelijkheid ziet, dat, dat, dat je daarin wel van verschilt ten opzichte van een gewone promotor. Ja, ja dan zou dat ook volledig kunnen. gasten, ja, doe maar, hè. Uh, hier is de sleutel en ik zal kijk de zaal komen open doen, maar dat is toch niet het geval bij u. Nee, maar... En als hij als ja, faciliteert naar het team van Bart Peters van hey, en, hey, wat een zotte promotor maakt zichzelf nu zo moeilijk voor te zeggen ik ken niet niks zowel met 500 man koor dat alleen dat is uw avond toch het leven vrij man. hè ja maar de, allee, en dan de productie. -bedrijf. ja maar we moeten zo op elkaar we zo een appartement bouwen dan zeiden hij: uh, oh ja, ja goed idee nou, dat de is, de, is dat is uw leven niet niet dat wordt niet makkelijker, man he? het, het is ook is ook een beetje te nodig uh, gekomen uh, hoe moet ik dat verklaren wij, wij waren organisator, allez, zo zijn we begonnen uh, hebben dan de zaal overgenomen en dan had je een soort van conflict of interest dat kon ontstaan door het feit dat wij misschien ook nog concerten gingen organiseren. En dan hebben wij daar heel duidelijk een scheidingslijn gemaakt van kijk eens hier, wij organiseren maar als we het ook produceren. Om de simpele reden ah ja, dat, zo, we ja. dat we anders concurrent zouden worden van onze eigen klanten binnen, binnen Sportpaleis. Dus als morgen Bruno Mars, om ja. even met het voorbeeld te blijven, op tournee gaat, jo, dan krijgen wij ook wel... Soms een oproep binnen van interesseren, doe, doe maar een bot. Nee, dat doen wij niet. Want als binnenkomen, dat is laten spelen en terug buiten gaan. Ah, ja. Dat is de job van, uh, van, van promotoren, Live Nation, Green uitstellend, al, die, al die, uh, die, die bedrijven. Dus daar blijven we heel erg van weg. Maar stel, uiteraard, imaginair dat Bruno Mars een onderdeel zou kunnen zijn van Night of the Proms of van, 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 een, van een concept. Dat door ons zou bedacht zijn en zou uitgewerkt, dan zouden wij Bruno Mars wel kunnen uh, contacteren ja. en, en durven contacteren. En wellicht even vertellen in dit geval aan Live Nation. Mm -hmm. By the way, we zijn daarmee aan het praten. Ja. Ja, het verschiet niet als je. Ja, wel. Wel, want dat was echt iets dat ik opgeschreven heb: van hoe zit de erin geslaagd voor ja, zo lang te werken en met al die mensen, de Live Nations, Greenhouse Talent, echt ja, vrienden te blijven, laat het mij zo zijn. Of allez, in een goede samenwerking, zonder dat je die conflict of entrance, uh, conflict of. <laughs> conflict of interest ja. Ja. Zonder dat dat, en, en dat is de reden omdat je zo, dat is de lijn dat jullie voor gesteld hebben met die mensen dan van kijk, wij gaan eigen shows doen maar we gaan ze wel produceren, we gaan ze in elkaar steken dus een gewone boeking, dat hadden we er nooit aan in. dat doen wij, dat ja. doen wij nooit ja. uh, nu, dat is een van de, van de zaken hè. Wij, wij hebben ook we hebben nogal een, een, een hoog oh, waardenkader in wat wij, in wat wij doen He, uh, transparantie is daar één van he, dus onze, bijvoorbeeld de huurtarieven van de sportlijst zijn voor iedereen dezelfde en iedereen kent die ook ze weten waar ze aan toe zijn dus wij hebben niet, ah, he, zeker nu niet he, de laatste tijd, Live Nation uh, heeft ons twee jaar geleden uh, uh, verworven oh, ja, maar ja, dan, uh, dan gaan die van Live Nation beter voor nee, dat is niet zo dat is, dat is glashelder en, en wij, wij, wij hebben al, al, al opdrachten of kansen gemist Precies omdat we daar, daarop bezig waren. Dan uh, is ze zeggen, zo, jongen, maar ja, zal dat toch leeg? Hè, dan kan, dat niet wat, kan dat niet wat af? Ik zeg, je had stof van de stoel, maar voor de rest gaan we niet... Voor de rest gaan we echt, echt, niet, echt niet discussiëren. Ja. En, allee, dat is, soms is dat moeilijk en soms is dat lastig. Wij, wij zijn shows verloren aan, aan, aan dat cultureel Centrum Palais 12 uh, in, 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 uh, in Brussel op basis daarvan, omdat in Nationaal die, die concurrentie wel, wel speelt, maar je kunt niet anders dan dat doen. En het feit dat we daar heel transparant in zijn en dat heel consequent doen, maakt dat je het respect krijgt voor het, van, van, uh, van, die, van die mensen. Alleen, en dat heeft natuurlijk ook met onze organisatie te maken. Als er iemand beschikbaarheden vraagt, dan Allee, gisteren kreeg ik nog een, een mail binnen: ah, je hebt je record gebroken binnen de minuut om, om vijf na elf het avonds. Heb ik, heb ik antwoord gekregen. Dus dat allez, het gebeurt niet altijd, hè, vooral alle duidelijke. Maar het, het, zijn, het is niet alleen dat. Hè. Het, is, het is heel ons team is doordrongen, echt doordrongen, van een bereidwilligheid om, om op een positieve manier met klanten om te gaan die binnenkomen. En het feit dat we wij, wij die medewerkers, we moeten die niet kneden in die richting, die zien dat direct als die nieuw binnenkomen en die passen zich daar ongelooflijk hard aan aan. Mm -hmm. En dat is iets dat we wel van in het begin, als we in het terecht zijn gekomen, heel hard hebben uitgestraald. Zo van de klant is hier koning en wij werken ons uit de naad om die mensen het, uh, het leven gemakkelijk te maken. Want dan gaat die blijven terugkomen. Er zijn hier letterlijk alweer twintig dingen dag ik zo wel vragen, hè? Dus dat, mag We gaan we dat hier een beetje structureren. Hè, we ik wacht ook hier? Jij werd voorbestemd om het meubelbedrijf van uw ouders of van uw vader... Gaan te. gaan we doen. gaan we chronologisch een, keer een beetje... Uh, ja, ja, waar babbel? is het misgelopen? <laughs> Ja, ik, ik weet niet goed wat je dat gevonden hebt, eerlijk gezegd. Maar het, het, uh, het verhaal is juist. Uh, wij hadden een... Uh, mijn ouders hadden een meubelbedrijf, een fab fabricatie van meubels. Heel, eigenlijk een heel groot bedrijf geweest. In, uh, in, in de topjaren heeft er 250 man gewerkt. Wow. En... Uh, maar een heel, uh, een heel uh, uh, klassiek zitmeubel. Hè. Uh, uh. En... Uh, Laat ons zeggen, tot en met mijn eerste jaar uh, universiteit was het ook mijn grote droom om, daar, uh, om daarin terecht te komen. En dan uh, ja, ben ik een beetje scheef beginnen lopen in de ogen van mijn ouders. Van mijn, uh, mijn, mijn ik ben nogal geëngageerd in, uh, in een studentenclub. Ik was al wel bezig met wat fuifjes en wat, wat ditjes en datjes uh, op een heel bescheiden lokaal vlak uh, te organiseren. En. Uh, dan zijn we een jaar of twee, drie later zijn we dan, dan met het idee Night of the props gekomen. Dat was, hè, want dat is in tegenstelling tot wat je daar juist zei, we hebben dat zelf gedaan, en we ja. bedoel ik, Jan en mezelf, dus dat zat niet in de, in de Unifact, de, de studentenclub, om de simpele reden dat het budget dat we daar riskeerden, was tien jaar het budget dat, uh, dat die club ja. uh, vertegenwoordigde, dus we mochten dat daar niet, niet, niet mee doen. En uh, mijn ouders zei, hebben mij achteraf erkend, dat die gezegd hebben, oh ja, weet je wat... Lotte, dat moet doen. Dat hij niet school met zijn gezicht tegen de muur gaat. Dan komt hij wel wachten. Dan en, komt hij dat dus En dan zal hij wel komen. En ik, ik moet ook zeggen, ik, 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 ik kom uit een niet onbemiddeld gezin. Mijn ouders hadden best wel wat, wel wat gerealiseerd. En dat heeft mij ook de mogelijkheid gegeven om dat risico te lopen. Omdat ik wist, als die verkeerd loopt, wat best wel had gekund... Ja, dan uh, weet ik dat achter mij wel iemand staat die mij, die mij financieel zal bekken en ik zal dat dan wel op, 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 op een bepaalde manier wel terugbetalen, maar ik wou dat, ik wou dat risico lopen. En dan draaide dat, uh, dat eerste en dat tweede jaar uh, helemaal andersom. En ik heb toen op een bepaald moment mijn ouders zwaar teleurgesteld door te zeggen: Sorry, je moet op mij niet rekenen. Want die zaten met successieplanningen en ik weet niet goed wat allemaal bezig. Mm -hmm. En we waren met vier kinderen thuis, dus dat leek ideaal. Hè. Ik had een broer die in de zaak zat. Dus als die met twee in de zaak gingen, dan konden de twee anderen gecompenseerd worden. Want ja, dat was ja, nou, alles he, moet dus... in een balansje liggen. Uh -huh. En één, drie, ja, dat was een heel ander verhaal voor, voor hun. Dus ik heb nog eigenlijk echt wel wat dat betreft een beetje in de miserie gestoken. Maar ik heb uh, ja, okay. uh, alleen achteraf, moet ik zeggen, het heeft twee, drie jaar geduurd, voordat er een, een bepaalde vierheid bij mijn ouders kon uh, vastgesteld worden. Ik denk dat die er wel was, maar dat die heel verdoken is gebleven een tijdje. En dan daarna is dat, natuurlijk, is dat natuurlijk prima gegaan. En eigenlijk het jaar dat wij het Sportpaleis hebben opgestart, was een paar jaar later, is dat failliet gegaan en hebben we dat overgenomen. En ben ik op zoek naar geld moeten gaan en hebben mijn ouders mij daar tijdelijk in geholpen. Dus ze waren wel, ze waren wel mee. Voilà, dat is het verhaal. Okay. Ja, ben er zat? wel, ja. En welke jaar is Want ik heb dat hier niet, niet direct uh, genoteerd. Uh... De eerste Night of the Proms ja. is van 1985. 85? Wow. Ik voorschiet daarvan. Amai, is ja. dat is lang. 37 hoor. Dat is al. Zieken. We hebben 35 of 36 edities achter de rug ondertussen. Oké. En de eerste was ook al in. Nee, dat was in een tent achter het Sportpaleis. Nee, nee, nee. Heb je dat, een... dat toch eens uit, Pieter? Nee. Dat is een Oeh, beetje. heb je dat iemand verteld van toch? Dat is een beetje klok en klebel, wat dat je nu aan het vertellen bent. Klok en klebel? Ja, dat Get is fake street. Klok en klepel? Ja, uw redactie heeft, uh... ja, is voor verbetering van vatbaar, ja. uh, Frank. Ja, maar ik weet het, maar er kwam wel voor verbetering van geworden. Ja. <laughs> maar uh... nee, we zijn in 1985 direct in Sportpaleis begonnen. Ja, voor ja. hoeveel volk? Uh, in het verkochte show, dat was toen 13.500 mensen. Met een orkest? Ja, ja met, met twee orkesten zelfs. Om het gemakkelijk te maken. Okay. Dus, uh, we, hadden, uh, uh, we hadden dat jaar het podium in twee gedeeld. De rechterdeel was dan het uh, hoe heet dat toen het Philharmonie van Antwerpen, denk ik dat mm -hmm. dat toen heette. Of Philharmonisch Orkest van Antwerpen of zoiets in. De, de Philharmonie van Antwerpen. En het linkse gedeelte, daar was dan al de rest op. We hebben daar uh, onder andere het, uh, het orkest van. Uh, uh, François Glorieux opgezet, die het toen zo die crossovers deed met, met, met uh, Michael Jackson muziek en dat soort zaken. En we hebben daar ook nog. Ja, ja, jong. Ja. Ja. <laughs> een knek gezorgd, maar ik ja. weet het totaal ja. ja, niet. Uh... Je, bent, uh, je bent veel jonger dan ik, kikker. Ja. Uiteraard. Uh, en bijvoorbeeld die oppervlakte hebben we ook gebruikt gehad om, om daar een balletvoorstelling te doen en, en, en dat soort dingen. Dus, uh, dat was, dat was jaar één. Maar dat is toch mega straf dat voor een eerste editie een ja. sportpaleis uitverkocht. Voor een idee dat, dat er, dat er mm -hmm. mensen niet. hoe, hoe had ja. je wel vijf naar sportpaleis? Dat was, dat was eigenlijk. Hoe, een, ja, hoe verklaarde dat succes van in een die eerste? Een belachelijk uh, risico om te beginnen. Maar dat, dat bleek dan achteraf. heb ik nog een. een Een, een, uh, Anekdote? een anekdotetje over. Yes. Uh, <laughs> dat vinden we leuk. Maar. Ja. maar uh, ja, we, we, zijn, we zijn wel. Ik weet niet of dat je je nog kunt herinneren het ECC -tennis toernooi. Zegt u dat iets? Ja. Dat dus grote toernooi ja, ja, ja. Dat, uh, dat dan in het Sportpaleis is ontstaan. Mm -hmm. En we hebben ons wel laten inspireren door een persoon die dat, uh, zijdelings bij die organisatie betrokken was. En die zei: Jammer, Wat dat Gelle doet, gericht op toen was dat nog uh, studentenpubliek, dat is. Er staan uh, bedrijven voor te springen om die op de een of andere manier. Al toen moderne sponsoring en zo, dat, mm -hmm. dat bestond allemaal nog niet zo als dat, dat dat nu is. Enfin, het is ondertussen al voorbij eigenlijk. Uh, maar je gaat daar geld voor vinden, maar je moet dat ineens op, op het juiste niveau zetten. Ja. En dan zijn wij, uh, hebben wij eigenlijk het risico genomen om, uh, om dat in het sportpaleis te gaan doen. En dan om bij mijn anekdote te komen. Uh, we hadden een heel klein kantoortje, ik denk dat uh, nog kleiner was dan, dan, dan de studio hier. Uh, van waar het, we dat deden, in het volle centrum van, van Antwerpen. Mm -hmm. En we hadden zo van die onnozel papieren uh, foldertjes verdeeld, waar mensen schriftelijk, hè, want ja, internet dat bestond toen nog niet, hè, waar mensen schriftelijk hun uh, bestellingen konden noteren. En ik kom op een zondagavond van thuis langs het kantoortje voordat ik naar mijn kot ging, want ja, ondertussen was ik altijd bezig. En dat moet dan ergens in begin september of zo geweest zijn. En er ligt een bestelling in de brievenbus. Iemand die dat er als komen insteken van 80 tickets. Ik zeg: Nu is het gaar. we zijn vertrokken. Als we dat kunnen doen, is even stellen, we hebben nog zoveel dagen. Oei, dan zitten we aan 4000 man. <laughs> en drie, vier dagen later is dan oploft. En dat was uitverkocht een week of twee voor dat uh, is doorgegaan. En dat was een beetje het geluk, het juiste moment, het juiste idee, op de juiste plek. En Sportpaleis, ja, dat was op dat moment ja, dat was oneindig groot. Er gebeurde zeer weinig uh, omwille van uh, het management dat er toenmalig zat. Mm -hmm. Maar wat dat er gebeurde, was dan natuurlijk wereldnieuws. Hè. En uh, ja, we hebben daar we hebben wel geld verloren, hè, dat het eerste jaar vooral. Ja? Ja, ja, ja. Laten <laughs> ja, ons we stellen, onze budgeteringen uh, wat optimistisch waren. Maar we hadden, uh, we hadden wel een product waarvan uh, we dan... De wetenschappelijkheid, ik heb mijn thesis daarover geschreven ook. Uh, ik had een jaar gebust, speciaal om mijn thesis te kunnen schrijven Uiteraard. over, da, over, dat, uh, over da, dat evenement. Dan veel uitgeleerd en dan ook naar leveranciers gegaan om te zeggen, kijk hier man, en, uh, als je nu doorduwt, dan neemt ons dood. Maar we hebben wel iets waarvan we denken dat we daarmee uh, nog langdurig uh, verder kunnen. Mm -hmm. En die hebben ons allemaal een jaar betalingsuitstel gegeven. Ah ja? Ja. En daar heb ik ook het... Uh, een van de waarden waarvan ik daar juist van sprak is tijd bij ons. En daar heb ik dat geleerd. Hè, want ik heb nog heel lang met die mensen uh, verder gegaan. Omdat ja, die, die, u, die kansen eigenlijk ook eigenlijk hebben die ons geprefinancierd op die manier. Mm -hmm. Dus dat was, uh, dat, was, dat was boeiend. Maar ja, wij hebben op een bepaalde manier een hefboom gevonden daar. En, en ineens stroomden die bestellingen binnen. Dat was echt. Uh, al ja, dagen van 20 van, van uur dat je bezig wordt, zo, maar allee, het is allemaal niet allemaal niet ja, zo ja, belangrijk ja, ja, dat, is, dat is een, ja. zijn we, dat waren toch? want als we dan met, met bepaalde mensen die in de podcast gesproken hebben Jan, ja, die doen precies, of dat de jaren 80 op technisch vlak, dat dat echt de middeleeuwen waren, hè? dat dat allemaal hoe was dat in het begin? Technisch dan allee, vonden, konden dat, klonk dat goed in het sportpaleis, of herinner je je er al iets van, of zag dat er goed uit was dat, was dat toen al direct op niveau waarop die productie nu draait, of hoe, hoe was dat? De middeleeuwen, hè. Ja, dat was even... Ja, 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 dat is... Dat is Allee, als je daar achteraf over nadenkt... Plus, bovendien ook, nul kennis, hè. Mm -hmm. Ja, alleen, alleen, ja. Je, je, wist, je wist wat een speaker was, hè, en, uh, en dat er waarschijnlijk een en ander knoppen stond te draaien om te mixen, maar we moesten een orkest mixen. Alleen dat was... Als je, daar achteraf, als je dat nu zou bekijken, dan zouden, Of moest je dat nu horen? Ja, ja, dat zou het krullend zijn. <laughs> ja, ja. Dat is echt... Uh, en dat heeft, dat heeft eigenlijk nog, nog een tijdje geduurd. Uh, in, in het sportpaleis hing een, uh, een uitgedacht systeem van boezen inderdaad. de tijd. Die, die leken ze me. Alleen dat, dat, dat moest het. Uh, dat, allee, die zijn niet voor niks failliet gegaan, maar een, een van de redenen was dat het dan het beste van het beste moest zijn, maar heel, heel, heel experimenteel. Mm -hmm. Dus we hebben daar een jaar of twee, drie, denk ik, of misschien zelfs vier, op gespeeld. En dan hadden we, we hebben een jaar Alan Parsons gehad, ik denk dat dat vierde jaar was. Ja, cool. En die zei al ik snap het niet, op mijn koptelefoon mix dat perfect en ik doe niet af. En dat is één brei, waaddoe, waat, wat trikt wat, het? Dat, dat was ja, wel wat. En dan zijn wij um, uiteindelijk toch over start gegaan om redelijk professioneel te beginnen werken. Zijn we bij het toenmalige EML uh, terechtgekomen, het ondertussen PRG. Uh, ach, bij... ach zat, zat, zat er nog geen, geen Nederlandse francais. We hebben, een, een jaar hebben wij jaar met Damco uh, gedaan, met Amco gedaan. Ja. en dat was het jaar dat we Roger Hodson hadden. En in, oh shit, Eén van zijn nummers komt een ongelofelijke saxofoon solo in. Ja. Uh, um, maar ik kom ook niet op de titel, we... maar ik weet welk nummer dat je bedoelt. Zing daarmee? Ja. Ik zal eens in die platen kijken. <laughs> En dus die mixer die kende, dat nummer niet. En die en en sax stond hierop. En dat was... Aan <laughs> ja. ene nee, ik had de loyaliteit, maar er zijn grenzen aan. <laughs> en dat was voor mij uh, de, de reden waarom dat we daarmee gestopt zijn. Ja. Ja, en dus ik zei, die sax is aan het spelen. En die, die zet die schuif open en die kijkt zo heel arrogant naar mij. Van wat kom jij me hier vertellen? Wie zit hij? jij? En dat was voor mij het einde van, uh, van de samenwerking met Amco. we hebben het ook maar één jaar gedaan. En ja. dan zijn wij met EML uh, begonnen, zijn we bij Duim terechtgekomen. Mm -hmm. En dan was dat elk jaar een stap verder zetten in, 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 in die uh, professionalisering van het licht, maar ook uh, zeer zeker van het geluid. Met die microfoontjes in de leidingen in de, in de, ja, ja, en allee, dat verhaal is, is, kennen jullie beter dan ik. En nu ja, zitten wij. En dat is het voordeel. Wij zitten op zo'n groot niveau dat het niet gemakkelijk is om ons in te halen of om dat te, gaan, om dat te gaan doen. En dat is wellicht ook de reden waarom het soort projecten zoals wij dat doen, dat je dat niet veel ziet, ziet opstaan. Maar zo'n productie. Nu van nul opbouwen, dat is al een gigantische uitdaging, denk ik. Laat staan in de jaren tachtig, dan de middeleeuwen liggen erin. Te ja, oké, okay, maar ik denk dat... De, dat Lacht de lat ook qua publieksverwachting dan ook niet een klein beetje lager? Ja, ondergronds, hè. Ah ja? ja denk ik Denk dat wel, dat, bedoel, dat, niet dat, vergeten dat hebben, ja, Nee, ja, ja, ja. Dat kon niet eens verstrakelen, hè. En eigenlijk... Oh, ja. <laughs> ja, die lag, die, die lag ja. zo laag, dat was een... een, 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 een een meetlat zo, zo'n platte, hè. hij mis ze zijn mis, ja. ja, maar, ja, maar ja. Maar ja, in de jaren tachtig werd je nog niet geboren, denk ik. Hè. Nee, nee, nee zeker. Voilà. Dus <laughs> zeker niet. <laughs> ja, met die um... Maar dus ja, dat was, was ook heel weinig referentie. Um, in het Sportpaleis gebeurde ook niks, of nauwelijks iets. Uh, dus dat was ik. ik Alleen, uw benchmark was, was redelijk, redelijk eenvoudig. Hè. De, het grootste dat er gebeurde was in Forst Nationaal. Dat ja, was een, een redelijk kleine zaal. Uh, en toen wij begonnen zijn, was, ja, ging het nog over muziek en weinig over productie. Ja, maar hebben we hebben natuurlijk door de, door de jaren heen voor een stuk uh, helemaal in de andere richting zien gaan. En eigenlijk hebben we, hebben we daar zelf ook een beetje debet aan, want als we dan met Clouseau zijn begonnen, ja, dan het is eigenlijk pas dan. En eind jaren negentig. Eigenlijk is pas dan die, die wetloop naar straffer en meer en, en groter en, en, en dingen die hebben we eigenlijk een beetje zelf in gang gestoken, wat achteraf bekeken niet de, beste, niet de beste strategie is gebleken. Maar ja, je wilt dat natuurlijk altijd... Uh, uh, natuurlijk wat, maar ik denk zo, hebben jullie ook wel echt straffe dingen gedaan. Pff, dat hey, is waar. Ik denk maar aan... Hé, hey, maar laat ons daar zo'n over babbelen. Laat uh, ons nog even bij... dat is gewoon een opmerking van... Uh, ja, maar dat uh, maar niet kwaad, hè. Maar kan niet kwaad. Dat is hier een democratie, he? Maar, uh, je moet wel luisteren. <laughs> nee, even bij, bij de proms blijven. Um, vinden je dat je daar te veel productie ingestoten hebt op een bepaald nee, moment? Nee, nee, niet in de proms. Ah ja, ah ja, niet in de proms, maar, dat, wel, maar, maar wel het verhaal rond Kosovo. Okay. Maar laten we door. straks even over... Ja. <laughs> ja. Het eerste jaar verkoopt uit. En dan, het volgende jaar twee keer, is dat zo stelselmatig gegroeid? Dat... Ah, uh, ja, het was op 19 oktober 1985. En ik heb mijn thesis daarover geschreven. Een onderdeel van mijn thesis was een marktonderzoek, onder, een publieksonderzoek, waarbij uh, iedereen die... Wat, wat, ja, we moeten beginnen waar we beginnen. wij hebben onze tickets telefonisch verkocht. Dat was not done op dat moment. De logica was, je legt die in, 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 in wat platenwinkels. Caroline Music hier, denk ik, is, was van Gent, als ik me niet vergis. Ja, dus ja. Einde, bravo. en en een Brabo. Al die winkels die moesten dat hebben. En we hebben gezegd, we gaan dat niet doen. Want we willen genummerde plaatsen verkopen. Dat, was, dat kon, dat kon niet als je daar in de winkels ligt. En, en categorieën van plaatsen. Er was dan een student een van ons mee. Nee, je moet ook plaatsen van duizend Belgische frank. Dat was, wat is dat nu? 25, 25 euro. 25 euro hè. Maar dat was het dubbele van de tweede categorie. Dus we hadden 500 en we hadden ook plaatsen van duizend. Je had altijd van die zotten die dat willen betalen. Je had dus gelijk... He, heb ik altijd onthaald. Dat is nu de Golden Circle, noemt dat nu, he. maar dat was toen ja, duizend Belgisch. Dus dat moesten, wij, dat moesten wij doen en we dachten jo, dat kunnen wij alleen maar telefonisch doen. Dus wij hebben, ik heb eigenlijk iedereen aan de lijn gehad die dacht: ik is het oh, ja. Dat is geen. Ja, ja, we, we, we waren met drie of met vier op, op dat kantoor, drie lijntjes zo doorgestuurd. En dan was dat opschrijven, intikken in de computer zo waar. Want we hadden een sponsor Wang, die computer zat en we hadden gezegd: we moeten geen geld hebben, geef ons een computer. En, uh, maar daarmee hadden we. Ja, niet lachen, maar daarmee hadden. Wang, dat waren, waren goede computers trouwens. Ja, toen. Uh, en, uh, maar daarmee, niet dat dat de strategie was, maar daarmee hadden wij wel alle adressen van onze klanten. En dat is achteraf gebleken ja, een, een, een schat. Allee, dat, dat is het begin van data van marketing geworden, <laughs> ja. nog voordat het woord data bestond. Uh, en dan hebben we die allemaal aangeschreven, uh, een enquête gedaan, en wat vonden we ervan en wat vonden we goed en wat niet goed. Alleen en, 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 in het kader van mijn thesis, en een van de vragen was, kom je terug volgend jaar? En zo ja, gaan de mensen meebrengen. Wordt hey, mond-aan-mond uh, reclame. En die sars waren eigenlijk redelijk uh, spectaculair. En op basis daarvan hebben we gezegd, we doen er twee volgend jaar. En dan, ja, dan, dan, is, dat, dan is dat wat gevorderd. Dan hebben we lang zo wat op het plateau gezeten, gelijk als nu, de besmettingen. Uh, twee, drie, twee, drie shows gedaan. We hebben we er gaan nog... daar niet op in, nee. We spreken er ja, niet over. We hebben nog, nog een keer een, een zijsprongesje gemaakt. met onze productie te gebruiken. voor een concert met Ennio Morricone. Uh, in, in Sportpaleis. En dan. Uh, ja, dan wij, kregen wij wat meer budgetten. om, om aantrekkelijke artiesten te kunnen, uh, te kunnen boeken. We hebben een jaar Sting gehad. We hebben een jaar. Uh, Alleen toen der tijd, hè. Uh, Kokker uh, kunnen, kunnen overtuigen, Mietloof, alleen toch, toch een aantal van die, van, die ah, grote, van die grotere namen. Toen kon dat nog. Uh, <laughs> dat ging een beetje hand in hand uh, met, met populariteit. En dan zijn we nog twee, na drie, na vier. En, en zo is dat, is dat gegroeid. Uh, hebben we hebben dan een, een ongelofelijke kans gekregen om Andrea Bocelli te, te kunnen boeken. We uh, hebben eigenlijk hard aan gewerkt om die te overtuigen. Die is, dan, uh, ja, die is dan internationaal gelanceerd geweest. Dus niet dat wij daar een verdienste hebben. Het is die mensen, zijn, zijn talent natuurlijk. Dat dat er altijd van gekomen is. Maar het viel een beetje toevallig uh, gelijk, gelijk met zijn optreden bij ons. En het zijn dat soort dingen die, die, ja, die een hefboom hebben betekend. Ik denk dat we in ons topjaar 22 shows hebben gedaan. Wat Wel, jaar uh, was dat? Uh, het jaar dat ik ging komen. Maar heeft moeten afzeggen omwille van de, van de hersentumor van, uh, van de zangeres. En dan hebben we Rock's vervangen door een tweede keer Simple Minds. Dus we spreken in ergens. Uh, begin jaren 2002. Begin 2002 of zoiets nee. geweest, denk ik. ja. 22 shows, Jesus. Ja. 22 officiële shows en hadden dan ook aan Antwerpen, nog... hè? Ja, ja. Hmm. En dan, was dat inclusief privates, of hebben jullie dat nooit gedaan? Private shows, nog verkorte shows in de namen of uh, veel? We hebben er een keer een voor Sabena gedaan, destijds. Een voor de Sera Holding. Oh ja, maar, is niets, maar dus, zo dat zo is niet. Maar dat nee. is nooit een dat is nooit een businessmodel geweest. Ja. Sport. Uh, het is te, is te groot geworden. Je vindt niet veel organisaties mm -hmm. die mm -hmm. ja, en, en de organisaties die dat moeten hebben, die doen dan in Brussel, want ja, die moeten het politieke evenwicht behouden. Hè. Dus, ja. dus wat dat betreft hebben we eigenlijk weinig uh, privéactiviteit. Oh, jongens, dat we tweeëntwintig ja. keer dat is toch hard. Uh... Op, op welk moment is eigenlijk een tour geworden? Uh, 95 denk ik, zijn wij voor de eerste keer nee, we zijn eerst naar Nederland gegaan. Hè. Dat, ja, dat was ook een, een raar verhaal. Ja, we willen nu spreken, ja, maar over het, dat willen we niet zeggen. Uh... <laughs> en op een bepaald moment uh, bij ons in ons kantoortje in de in zo'n uh, klein livingsje met, met van die zetels die ik gepikt had bij mijn ouders. Hè? Zo van die heel grote Texaanse uh, uh, meubels zaten we plots met Heineken aan tafel. En die zeiden: Ja, we hebben dat op tv gezien bij jullie, we willen dat in Nederland. En uh, die hebben dat dan uh, heel hard omarmd en op zijn, op zijn Nederlands uh, zeer zwaar in de markt gezet. En dan het eerste jaar was dat een heel een aarzelend begin, dan hadden we Roger Rodson van Supertramp. En dan ik hoorde Leon van Moyo nog zeggen je ja, ja, hebt wel een beetje een kans gehad dat je die hebt kunnen vinden, want die, die, was eigenlijk, die waren dan gesplit en die was een beetje gedesillusioneerd door de muzieksector. En door het feit dat wij met een orkest speelden en we dan die Fool's Overture konden spelen, dat had die mens overtuigd van ja, misschien moeten we, dat, moeten we dat toch nog maar een keer doen. Trouwens, hetzelfde het parallel verhaal met John Maes trouwens, nog veel vroeger. En uh, ja, je had een beetje de chance gehad dat je die net kunnen boeken, hè, want dan loopt dat hier vol. En twee of drie, dagen later, drie jaar later verkochten wij op een half uur tijd zes Ahoy's uit op, uh, van Night of the Proms. Daar heette dat dan Heineken Night of the Proms. Nu Heineken had dat dan helemaal binnengepakt mm -hmm. en op de deur zodanig aan het, uh, aan het pushen naar ons dat we er een beetje een dego van gekregen hebben. Dus we hebben dat contract opgezegd. Oh, ja? Ja. Ja, dat heeft ons, was onze eerste rechtszaak ook. Ah, nu wordt het smullen. Nee. Uh, goed, we zijn een beetje aan het afdwalen, want ik weet eigenlijk niet hoe we daarmee begonnen zijn. De tour, dus je zei dat we al ah, langs ja. uh, dus zaten ja. dus, dus dan zaten we in Nederland en dan uh, ja, met, met, met dat proeven van tja, dat is eigenlijk wel best gezellig. nu. Dan was dat ook residentieel in, in Ahoy. In Ahoy ja. En dan was het maar 80 kilometer rijden, dus <laughs> dat viel nog meer. En dan zijn wij. Uh, contact gekomen met mensen in Dortmund. En wij is een show in Dortmund gedaan. Een uh, waar we ongelooflijk veel geld aan verloren hebben. Maar we hebben daar wel contact, uh, in contact gekomen met Dirk Hohmeyer, die toen bij Mama Concerts uh, werkte. Die kwam een keer kijken wat dat dan was. En... Uh, Alleen, lang verhaal kort, hebben wij dan eigenlijk bij ons binnengepakt. We hebben een uh, Duits bedrijf opgericht. Oh. En Dirk is dan uh, gaandeweg, uh, stap per stap, hebben we eigenlijk... Uh, uh, wat trager dan, dan die Duitsers dat bij ons gedaan hebben, maar we hebben Duitsland veroverd. Uh, dat is begonnen in, in Dortmund, en dat was dat een tweede stad en dan een derde, een vierde en een vijfde. En uh, we hebben dat altijd heel hard, uh, heel hard bewaakt. En Dirk doet dat nu nog altijd. Of enfin, zijn twee zonen zitten nu in, in de zaak, want hij is wat ouder dan ik. Uh, en zo zijn we dan in Duitsland terechtgekomen. Dat was dan weer een succes, maar bijvoorbeeld het heeft acht jaar geduurd voordat we daar geld verdiend hebben. Met die verstanden dat wij altijd wel meer concerten zijn beginnen doen, omdat we voelden dat, 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 dat ons markt uh, wel ja staat. Dus en wat we verdienden bij het een hebben we dan geïnvesteerd in een ander. Ja. En het was duidelijk dat duurde twee, twee, drie jaar. En dan zat dat in, dan zat dat, uh, in Hamburg bijvoorbeeld, hè? dat staat vergelijkbaar met, met, met Antwerpen. En dan, was dat, dan was, dat daar, was dat daar een hype en dan, oh, dan verkochten we inderdaad. En zo zijn we altijd uh, verder gaan. Zin, waren dat de mainmarkten dan op dat moment? Nederland, Duitsland? Uh... Uh, ja, België is altijd al is, ja. is lang onze, onze belangrijkste markt geweest. Nederland dan ook, uh, heeft lang dan op het plateau gezeten van 7, 8 uh, tot 10 concerten denk ik dat we daar in Holland hebben gehad. En Duitsland is dan nu nog altijd, hè? dus onze grootste markt voor Night of the Proms is nu Duitsland. Daar ah, wij, ja, ja, ja dat doen wij ik denk ik 18 concerten uh, elk jaar. Enfin, ja. Behalve voor vorig jaar. En normaal In normale omstandigheden. In normale omstandigheden, ja. ja. Vanaf, ja. Het c ja. ja. Zit hij nu weer al bij? Uh, maar dat is, ja, dat is ons belangrijkste markt nu. En, en eigenlijk, de situatie in Antwerpen is nu zoals dat voor een belangrijke stad in, in, in uh, Duitsland is. En we spelen nog twee, heel af en drie, Night of the Proms. Hè. Dat is, is uh, 50.000 mensen ongeveer. Dat doen we in Hamburg bijna ook. Het is iets, iets minder in Hamburg, maar, ja. maar in München bijvoorbeeld doen we drie of vier uh, concerten. Ja. Hoe komt dat dat je van. Het is geen negatieve vraag. Maar hoe komt dat dat je van 22 shows nu opeens op drie shows, twee à drie shows, belandt? Zie je dat als een probleem of hoe gaat het daarmee om, is toch? Ja, er, allee, er, zijn er zijn verschillende redenen voor. Hè. De, de, de allergrootste reden is dat wij heel ver boven onze stand leefden qua activiteiten. Dus Night of the Proms. Is in Antwerpen in het Sportpaleis ontstaan en is heel lang zonder concurrentie daar geweest. Het is eigenlijk beginnen. Niet fout lopen, hè, want ik begrijp uw vragen en, en ik ervaar eh, ze ook niet. Maar het is beginnen fout lopen als wij andere dingen zijn beginnen doen. Hè, Clouseau, de, de curve van Clouseau versus de curve van, 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 ja, ja. van, 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 van Night of the Broms was daar heel, heel uh, belangrijk in. Hè. We, hebben, we hebben tien keer Natalia met de Pointer Sisters gedaan in het Sportpaleis. Een keer. Hè? Ah, ja? Ja, ja je leert nog wel vandaag <laughs> oh, uh, <laughs> dus wij, wij uh, we hebben eigenlijk een beetje onze eigen uh, concurrentiepositie uh, verzwakt hè, maar, maar opnieuw dat is weer die waarde van toen ja. uh, als, uh, als helemaal in het begin Herman met, uh, met Whitney Houston naar het Sportpaleis kwam dan hebben we heel hard geduwd om, dat, om daar een succes van te maken omdat we goed wisten waarom en dus die markt heeft zich verplaatst uh, en is nu, zit nu op, het, op het, normale, het normale niveau. We hebben uh, 18 keer een keer Clouseau gedaan een jaar. Dat is, dat is niet normaal. Echt, dat is letterlijk niet normaal. En je krijgt dan een hoop mensen over de vloer die curieus zijn die een keer willen weten wat dat is. Waarom gaat iedereen daar naartoe? Dat is logisch dat dat dan, hè, dat is een goudscurve, dat, dat, dat je dat terug uh, naar, een, naar een normaal niveau uh, gaat terugplooien. Mm -hmm. En, uh, en dat is nu wat er met Night of the Proms aan de hand is geweest en, en sinds een jaar of vier, vijf, denk ik, is dat, is dat redelijk constant. En heeft dat nu de waarde die het heeft? Uh, de, en, en, allee, er zijn nog, zijn nog redenen hoor. Uh, we hebben jaren, een aantal jaren gehad waar we echt heel belangrijke artiesten hadden. Maar na de instorting van, hun, uh, van die cd, uh, allee, de, 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 de record, de albummarkt, als ik het zo mag noemen, ja Zijn die vraagprijzen van die gasten ongelooflijk de hoogte in gegaan en de markt is dat blijven betalen? Niemand die dat, dat eigenlijk verwacht had, maar dat is wel zo. En ja, wij, wij kunnen natuurlijk niet mee met dat soort, met dat soort zaken. Hè? Dat, eh, dus moeten wij stellen dat wij ja, een bescheiden artistieke uitstraling maar kunnen, maar kunnen voorleggen. En dan zoeken wij oplossingen in, in mooie dingen te doen, muzikaal. Maar goed, dat is, het is natuurlijk prettiger om naar Bruno Maas op de Night of the Proms te komen kijken dan naar, uh, ja, ik weet niet goed, uh, uh, Cindy Loper om, om, om even een voorbeeld te geven. Ja. Hè? Mm -hmm. Maar Cindy Lauper, ja, die, die vindt dat wel tof om te komen doen. Ja. Um, mag ik nog een vraag stellen? Uh... Ja, ja, tuurlijk. Hoe anders, oh, over het showproducer zijn, ander het, oe, hoe anders, hoe, mooi. Het kan ik goed vandaag. Ja. Het gaat super hoe vandaag. <laughs> is dat weer? Ja. Hoe anders moet je een show produceren in die verschillende landen? Hou je daar rekening mee voor een Vlaams publiek, een Antwerps publiek? Voor, uh, nee, maar ten maar opzichte wel... van, van Rotter, eh, Rotterdam, eh, Ahoy of in Duitsland? Of, uh... Nee, maar wel inhoudelijk. Hè. Dus muzikaal, artistiek is het niet zo dat wij een uit of the Proms programma 100% transfereren. Mm -hmm. hè? Dus. Uh, in, in Duitsland, Allee, we, hebben, we hebben in België hè, een, van, een van de pogingen, en misschien zijn we daar niet heel goed in geslaagd, we hebben op een bepaald moment gezegd, we moeten proberen een verjongingskuur uh, in die Night of the Proms te krijgen, omdat we vonden dat we een te oud publiek uh, begonnen, begonnen te krijgen, waarbij je vaststelt dat de oude republieken dat jong geweld wel tof vindt, maar de jongere publieken republieken dat oude, die oude zakken die op de prom staan, uh, min, minder aantrekkelijk vond. He. En dat is een evolutie die we niet in, Ant niet in uh, Duitsland hebben ge gedaan. Dus in Duitsland zitten wij, ik kan niet zeggen in de André Rieu-markt te vissen, maar het zal er niet ver naast zijn. He. Dus de gemiddelde leeftijd van een bezoeker, Night of the Proms in Duitsland zal gemakkelijk tien jaar ouder zijn dan in België. En dus moet je programmatie daar natuurlijk een beetje uh, aan aanpassen. En dan mag af en toe eens iets uh, in Duitsland inzitten. Dan... Dat zegt van, wauw, wat was dat hier? Of dat is het tof, of ik weet niet. Maar je moet zorgen dat je dat, dat, je dat goed, dat je dat goed in, in balans houdt. Het respect bijvoorbeeld dat wij in, in, in Duitsland krijgen voor het klassieke, het puur klassieke, laak, is veel groter dan dat dat in België is. In België is dat reden om een beetje te babbelen of te zeggen, allee, ja, we nemen dat erbij en soms is dat wel eens plezant als we kunnen, hè, kunnen wiegen of zoiets. Maar in, in, in Duitsland, als daar geapplaudisseerd wordt, dat is, uh, dat is gelijk als in het leger, hè. Dat is... Grondigheid, en dat is... Ja, maar dat is... Ja, maar dat, is... ja, dat, dat kunnen we niet geloven, dat is ordnung, hè. dat is... Uh... Daar, daar kunnen echt toffe dingen doen. Uh, als je weet wat, hoe, dat, hoe dat, dat daar marcheert. Ja. En ook in Nederland uh, we hebben we meestal ook een positie voor een lokale act. en die wordt dan toch een beetje zorgvuldig ingevuld in, in het kader van de richting waar je met dat evenement naartoe wilt. Nou, interessant, hè? Ja, als we zeker weten. als we... Als we... Als we bezig zijn over Night of the Proms, dan moeten we toch ook zeker direct spreken over Jan Verreke. Of niet? Laat maar komen. Want uh, jullie zijn, hij, de twee Jannen, dat zijn de hij en Jan Verreke. En jullie, jullie studeren de samen. Jullie. Heb, de, van, van de... We hebben samen in de, de uh, studentenclub bij Univac gezeten. Ja. He, dus ik, uh, ik, ik was daar wel opgeroofd van als ik in mijn eerste jaar eerste licentie zat. Wat mm -hmm. een beetje uitzonderlijk is, want normaal doe je dat in je laatste jaar. Maar ze vonden niks slechters dan ik. Dus, uh, um, en, uh, en Jan zat toen mee in, de, in, de, in, in Univac En ik, nee, ik vond dat hij nogal wat leuke ideeën had over muziek, bijvoorbeeld. Die speelden ook. Uh, gitaar en, en keyboards. En uh, op een bepaald moment heb ik die eens, als je het hem zou vragen, zal, zal hij het zo vertellen. Heb ik heb gevraagd, ik kom niet naar mijn kot, ik wilde eens iets vragen. En die dacht dat ik ging voorstellen, kun jij volgend jaar dan uh, Unifac voorzitter was het toen, worden? Maar, maar dat ging het niet over. Ik zeg, ja, ik loop met een idee rond, zouden we dat niet samen doen? En zo is dat eigenlijk, uh, zo is dat eigenlijk begonnen. En hij, heeft dat, hij is er heel enthousiast op uh, gesprongen. en dan hebben wij, Gelijk als dat studenten horen te zijn, nacht, nachtelijke tanksessies gedaan. en daarover zitten werken. en ik weet niet goed wat allemaal. En, ja. en vooral onze studies uh, verwaarloosd. Ja. Heb je, je diploma? Ah ja, ja, had je uh, thesis gemaakt. Er en zo, dus Heb je, je diploma? Ik heb uh, finaal mijn diploma. Ja, en Jan freek ook? Ja. En uh, de, de algemene perceptie: wordt TM wordt toch de drijvende kracht achter Neuvel de proms? Uh, Allee, goed. ja dat is, dat, is, en dat is ook juist uh, de, de, als je dat historisch bekijkt was de proms het eerst, in het begin het enige wat wij deden en deden wij alles samen en ja. dan wisten wij alles wisten wij beiden van alles, alles mm -hmm. en als je dat nu moet bekijken is eigenlijk de doorsnede van onze activiteiten is heel beperkt en uh, Jan zal mijn mening vragen uh, over belangrijke dingen voor de night of the proms ik zal die geven maar ik merk ook dat hij daar niet altijd uh, rekening mee houdt. Ik vind dat fijn. Allee, ik vind dat oké. Okay. Het, het is dus ja. heel hard zijn, zijn, zijn baby. Niet alleen in België, ook, uh, ook internationaal. Hij is, hij is nu aan het praten met mensen in Thailand om, uh, om Night of the Broms daar te gaan doen. Dus dat, is helemaal, dat zit helemaal bij hem. Uh, en dat is zo een beetje uit, uh, ja, uit, uit noodzaak gekomen. Ik heb dat moeten loslaten, was trouwens niet zo, niet zo gemakkelijk. Uh, hè, want dat blijft toch een, een, ook een kind van u. Top, uh, maar hij ja, ja, bewaakt dat uh, zeer goed. En het is goed dat we met twee zijn, dat er af en toe een keer kan gereflecteerd worden. Niet alleen daarover trouwens. En, en het omgekeerde geldt ook. Dingen die, die ik met Sportpaleis heb, waar ik me veel meer mee bezig hou, uh, die ik daar tegenkom, ik weet dat ik bij hem uh, omraad kan komen vragen of zeggen: Kijk, dat is het probleem, hoe zou jij het aanpakken? Dus in die zin uh, is dat een heel goede wisselwerking. En je hebt dat moeten loslaten, vooral omdat het het Sportpaleis en Olsen zijn totaal te veel werd om echt nog alles samen te doen, vermoed ik. Ja, precies. En... Hè, je kunt niet op, op, op vier plaatsen tegelijk zijn. Hè. Op drie dat gaan, of op twee, dat kun, nog, dat kun je nog nastreven, maar je kunt niet en mm. op tournee gaan uh, voor drie weken in Duitsland, en ondertussen ook nog Cluzo doen. Dat gaat niet samen. Mm. Hè. Dus, en, en dus eigenlijk in die periode is dat, is dat beginnen, beginnen opsplitsen. Uh, en heeft hij dat ter hand genomen, en, en doet dat voortreffelijk, hè? Mm -hmm. Ja, wel even terug uh, chronologisch. Ja, gaan. zeker, zeker, zeker brab. Ik ging ook juist zeggen: uh, misschien even we het begin van de, sport, weine, ja. van, van, de, van de sportpaleisgroep, begin, het Moment dat je het sportpaleis hebt uh, overgenomen, als ik dat zo mag dat zeggen. Dat is de volgende stap. Ja, is een, uh, ik, ik had er juist al een beetje een allusie op gemaakt. Ja. Het dat, dat management dat er zat was niet echt, laten uh, we uh, het maar bekwaam noemen hoor ja, scoorboard. En dat is jarenlang heeft dat zo wat uh, een doodstrijd geleverd. Uh, dat was zo'n beetje reutelen. Uh, we waren daar heel snel de grootste klant. Niet dat we er zoveel deden, maar we deden wel, wel wat dingen uh, naast Night of the Proms nog wel wat, wat andere zaken. En in, 1996 even goed nadenken, in 96 hebben we die finaal de boeken neergelegd. Uh, dan hebben we daar een jaar het Sportpaleis eigenlijk uitgebaat in opdracht van de curatoren die toen waren aangesteld, omdat die tijd nodig hadden om, om die zaal te vermarkten en te weten wat dat er moest gebeuren. En natuurlijk nogal wat politieke druk, maar we willen dat niet verliezen, maar het mag ook geen moskee worden, alleen dat soort ja. uh, was van alles en nog wat. En uh, uh, ja, finaal is er, uh, is er een oproep geweest naar kandidaten om het uh, Sportpaleis uh, over te nemen. Er waren er drie, en wij waren er één van. En wij hebben geteamd, samengewerkt, samenge, panna is niet het de woord, samengewerkt, met de uh, provincie Antwerpen. Uh, en dat was eigenlijk nog een goede truc. De provincie Antwerpen had schulden, bij, alleen, was schuldenaar bij het faillissement. Die hadden geld gegeven, Allee, toen, toen kon dat nog, hè, de ja. subsidies ja. Uh, bij, bij Hoop. En dus die hadden, uh, moet ik even goed nadenken, niets van. Ik 100 miljoen Belgische frank, dan, hè. dat is 2,5 miljoen euro, maar toen was dat natuurlijk veel geld. Hadden die eigenlijk te goed uit het, uh, uit het faillissement? Want het was heel duidelijk dat die daar nooit iets voor, uh, van, van gingen gezien, oh. want er was een hele hoop andere bevoorrechte schuldeisers. En, maar je kunt in zo'n bieding wel een bod uitbrengen waarbij je je eigen schuldvordering gebruikt. Ja. Wat maakte, als wij met hen samenwerkten. We hebben er zelf 97 miljoen Belgische frang betaald. Maar zij konden er 100 bij doen. Ook al was dat virtueel geld, want dat was geld dat ze toch nooit gingen krijgen. Dus hebben we gezegd, ja maar weet je wat, steek dat mee bij ons in de pot, dan kunnen wij een bod doen van 197 miljoen. En uh, daarmee zaten we denk ik 10 of 15 miljoen boven het, uh, het tweede bod. En zo is dat bij ons gekomen en zij zijn dan eigenaar geworden van het gebouw ja. en wij zijn er de exploitant van geworden. Zo is dat gegaan. Wij wil bedrogen. Ja. Nee, voor jullie toch ook op dat moment? Dat, dat waren toch absurde bedragen? Of? Ja, ja dat, dat was het wel. Natuurlijk, wij hebben, allez, er zijn, zijn een paar dingen. Eén, als Sportpolijns verdween, waren wij onze job kwijt. Mm -hmm. Want we hadden ja, de Broms ja, in, in Flanders Expo gaan zitten of zoiets. Dat, nee. dat, was, echt, dat was echt geen optie. Dat was veel te laag te mm -hmm. klein en te dit en ja. dat. dat we voelden dat toen als een heel Antwerps evenement. Allee, dat, mm -hmm. dat, ja. dat, dat is ook zo. Allee, dat, ja. dat hoort tot. Uh, ik weet niet wat er eerst was, maar het is een onderdeel van de DNA van, van Antwerpen eigenlijk. Um, dus wij, ja, dat, dat was voor ons een, een halslagader. Wij hadden alles toen, op dat moment ticketing, we hadden een PR-bureau, we hadden organisatie, alles was aanwezig, behalve de behuizing. Dus dat was een, een bedreiging gewoon voor ons. Dus daarmee hebben we dat serieus moeten pakken. En twee, we hebben wel een jaar lang veel kunnen leren, hè? Ja. Ah, en, 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 en kunnen zien: van, tja, hoe werkt dat? We hadden natuurlijk. Uh, ons jaren geërgerd aan de manier waarop dat, dat gemanaged werd niet in het minst omdat we dan op dat moment en dat deden we dan nog altijd samen ook uh, in Duitsland in een zaal of 4, 5, 6 of 8 kwamen en, en dan zagen we oh, ja, maar, ja, dat, dat dat verschil heel groot ah, ja, was ja, ja. En, ja, je kunt hier binnenrijden met een ja. vrachtwagen hè. Dus, allee, bedoel, ja, dat was vroeger niet in het Sportpaleis hè. je hebt dat nooit geweten hè, Maar dat, dat, dat kon niet, Alleen langs de achter wel binnen maar als er dan een podium stond ja, ja, dan... <laughs> dan was, was de was trap, uh, zat trap dicht en, zo, ja, en daar hebben wij dan uh, wat, dingen, wat dingen uitgeleerd die we dan konden toepassen later in, uh, in de exploitatie. Maar waaruit, waaruit ook een potentieel bleek van tjai, stel dat we hier nog eens... Hè, want we hebben inderdaad nog flink wat geld geïnvesteerd in het Sportpaleis. Wat geld dat we dan nog doen, ja, dan creëren wij wel een markt. En onze relatie met Herman was goed en, en, en met, met de organisatoren. Dan creëren, creëren wij misschien hier wel een mogelijkheid waarbij we... In ons naïviteit ervan uitgingen dat we dan met de proms toch wel 50 jaar in 15 concerten gingen, gingen gaan doen. Dus dat, dat inkomen hadden we. We betaalden toen belachelijk veel geld voor die zaal. Maar goed, dat was er ook. Dus dat, dat hadden wij ter beschikking. En vandaar hebben we die, 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 die sprong gemaakt. En daar toch ja, bijna 2,5 miljoen euro, bijeengehaard. Onder andere bij mijn ouders, zoals ik daar juist zei. Om dat, om dat te kunnen binnenleven. Toen is dat gegaan. Ja. Cool. Huh? En dan hadden we. Nee, dat moet een beetje spannende periode. <laughs> ja. Tijd wat... hoe, hoe oud... wacht je op die moment, sorry. Hoe, hoe oud zit je op die moment dat jullie dat overnemen? Wel, ik ben van 63, dus uh, 37, 34 jaar. En we zijn Night of the Proms en we hebben begonnen. Alleen eigenlijk de allereerste vernootschap die we hebben opgericht, hebben we moeten laten oprichten door iemand anders. Want toen moest je nog 21 jaar zijn voor een Oké. Okay. En we waren dat nog niet. Ja. Ja, cool. 34 ja, jaar is niet. Allez, dat, dat is jong toch, hè, voor zo'n zo, zo beslissing af, denk ik dan te nemen, nu? Absoluut. Allee, of, voor ja, de stal Maar goed, dat was. Allee, we hadden wel in ons eigen geloof, denk ik. Ja, ik denk dat dat goed in elkaar zat. En, uh, allee, dat dat, uh, dat was, een, was een stevig dossier, een geloofwaardig dossier. We hebben er ook de provincie bij, gek, bij, bij kunnen betrekken, die zijn met ons mee, mee in zee gegaan. Dat. Mm -hmm. allee, dat, dat uh, maar ja, nog even voor de duidelijkheid, je zag dan van, oh, men dat sportpaleis nodig, hè? maar hadden ook het vuur zo, dus had dat sportpaleis nodig voor de proms te kunnen doen en zo. Maar zouden er ook de fun van in, van, oh ja, als we ons eigen zaal hebben, dan kunnen we wel nog dit en dat. Dus niet, je zag het niet enkel als een last, maar ook als echt een opportuniteit of, ja, de, of... ja, dat klopt. En, en als ik dan achteraf in, ons, in de evolutie van ons kantoor en van wat dat we deden, als ik daar achteraf naar terugkijk. Was dat eigenlijk, kwam dat op het juiste moment? He, want ja. je zat dan al 15 jaar Night het op de proms. He. Ja, veel variatie. Alleen dat natuurlijk, dat was veel variatie per show, maar heel veel variatie in dat, in dat leven zat er niet. Je, je werkte toe naar de proms, je zat dan, als het dan voorbij was, dan, dan, dan moest je twee maanden uh, bijkomen en terug opgepompt geraken en dan begon je we alweer aan de volgende proms. En dat was het dan, he. Op ja. de duur was dat bijna routineus aan het worden. En uh, ja, het feit dat dat er dan is bijgekomen, heeft heel onze organisatie wel opnieuw een impuls gegeven uh, om, om dat te gaan doen. En eigenlijk, als je daar achteraf naar kijkt, is de bouw van de auto is ook zoiets geweest. En dan de overname van, van First National is ook zo'n uh, zo uh, hefboommoment eigenlijk in onze organisatie geweest. Uh -huh. Dus dat kwam, dat kwam wat dat betreft op het goede moment, maar dat is in een interpretering. Hè. Het is niet daarom dat we dat gedaan hebben. Ja. We hebben dat gedaan vanuit een... een een defensiviteit van, wij willen, wij willen ons product hier uh, uiteraard overeind houden. En als we het dan natuurlijk kunnen doen in onze eigen living, of in ons eigen buitenverblijf, laten we het ons zo stellen, dan, dan, uh, dan is dat natuurlijk dubbel op, want dan, ja, dan heb je veel meer controle. En die volgende stap, Jan, omdat je zegt, het Sportpaleis dat was eerder vanuit een defensiviteit, maar die volgende stappen, de Lotto Arena bouw, hè, dat was dan de eerste stap, neem ik aan, wat, dat was toch niet uit een defensiviteit of ook? Zo van... nee, 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 in het tegendeel. Hè, de, 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 alleen, en en Allee, defensief is niet het juiste woord, het was een behoudsgezinde uh, ja, 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 ja. reflex. Hè, hè, ja. Ja. Defensief is tegenover iemand wat, wat niet het geval was. Maar dan, ja, we hebben dan uh, uh, het sportpaleis overgenomen. Daar had ook een lotto-arena, dat is 2007 denk ik. Dus uh, hè, dat is, dan zaten we daar ook tien jaar. Je, dat komt een beetje overeen met wat ik daar juist vertelde. En wij hebben ja, op een bepaald moment gedacht van ja, er is hier uh, in Vlaanderen absoluut een, een markt voor uh, mid-size venues. En voor ons nationaal was dat voor een stuk, maar dat was al wat groter. Uh, uiteraard leerden dan nu organisatoren kennen die, die klagen steen en benen van ja, we zijn toch op zoek, hè? we kunnen in het toch moeilijk met gordijnen en een, een podium vooruit. En allee, dat, niet elke artiest vindt dat plezant. En dus hebben we zo op die manier een, een uh, studie gedaan over, die, over de Lotto Arena en dan Zullen we daar met de stad gaan, uh, gaan praten? Uh, die eigenlijk op zoek waren naar een, uh, een, een grote een topsportaal voor het uh, voor basket. En eigenlijk hebben we die, die twee budgetten bij elkaar gebracht, wat dat wel durfden <laughs> <tie> te investeren en wat de stad ter beschikking had. Dankzij. Uh, we koffie, denk ik. Ja. 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 Dankzij, uh, dankzij subsidies ook Europese ja, subsidies. Zit er echt, De eerste hast hier die, die, uh, ja, die, die fonds meeneemt. Dat is hier nog nooit ja. gebeurd. Ja. Ja. Hm. Speciaal. Allee, plezant hè? He, maar... Het zal zijn redenen hebben, denk ik. Hè. Ja. Ja. Ah. Ah. Mijn dochter doet daar die op school. Ah. Ik dacht ah. dat die hier iets kon leren, maar. Die komt vooral leren wat haar vader allemaal heeft moeten doorstaan. Hij zal Inspiratie moeten doorstaan. En, Inspiratie op de... en is... ja. Ja, je wist het allemaal. Okay. Maar. Um, maar dus zo... Uh... Uh, even een draad terug, terug, uh. terug. oppakken. Zo is de Lotto Arena ontstaan. En dan um, wat later kreeg ik telefoon van Hilde Klaas, die burgemeester was in Hasselt. Van Jan, we hebben hier eigenlijk een probleem. Wil jij daar uw idee eens een keer over komen vertellen? En dan heb ik hem gezegd wat ik dacht van de zaal. En dat heeft dan indruk gemaakt. En dan op duur... Spreken we over de... ETIAS Arena. En dat was dan een half theatertje. We hebben dat dan verbouwd tot een iets of wat volwaardig theater. En dan nog een paar jaar later is de overname van stadschouwburg en Capitool en een beetje later voors Nationaal gekomen. Stapje per stapje. Ja... Ik zou ook graag Nationaal uit. De exploitatie oh. ervan, hè, meneer? Voor de nee, man, hoi, de, hoi, de exploitatie aan te bouwen wil ik ah, uitleggen. Ja. Ja, okay. We zijn nergens eigenaar van, bijvoorbeeld. He. Geen nee? enkel gebouw dat, uh, dat onze eigenaar is. Nee. Nee. Dat is ons model niet. Ja. Ja. Dat is bewust. Ja. ja, dat is ons model niet. En, en eigenlijk, Forst Nationaal is een uitzondering, maar eigenlijk moet je dat soort, uh, dat soort ex uh, infrastructuren exploiteren in een samenwerking met een overheid omdat, de, de, je kunt dat niet ontkennen, de collateral damage die je creëert in de buurt waar dat zo'n ding staat, mm -hmm. ja, dat, dat, dat is aanwezig. Hè? En als je niet de steun hebt van het lokaal bestuur, wat ja, zijn de die die daar moeten stemmen voor mij, hè, meneer? Zo, zo, zo werkt mm -hmm. dat. Als, als, die, als die daar niet durven te, tegen ingaan, is niet het juiste woord, maar daar niet, daar niet kunnen doorzien, ja, dan rijd je hopeloos vast in, in, in dat soort, in soort infrastructuren. Had je daar al grote problemen mee gehad? Um, in Antwerpen of, of, of in Brussel? Ik, ja, ik, ik ben er precies niet van op de hoogte. Ik had er nog, nog niet echt iets... Ja, het gaat, over, het, gaat over, um, het gaat er vooral over, vind ik, hoe serieus neemt je de mensen die rond je infrastructuur wonen. Hè? En, en je kunt niet ontkennen, als je in een sportpaleis zit, ik geef dat graag als voorbeeld, uh, en je, of je woont daar, je dochter doet... Uh, muziekacademie om 7 uur van 7 tot 9 's avonds. En je komt om 9 uur met je auto in de buurt van je huis en je moet dan de parking gaan voegen. Ja. Dat, dat is niet prettig. He, dus dat, allee, dat gaat heel vaak, het gaat heel vaak over mobiliteit, soms over geluid, maar dat valt, de laatste tijd valt dat, valt dat wel mee, uh, dankzij allerlei technieken. Maar ja, mobiliteit blijft, blijft natuurlijk een heel, een heel zwaar uh, belasting voor zo'n omgeving. Het is niet evident om, om, uh, om daar een evenwicht te zoeken met je uh, medewerkers. En het is heel belangrijk dat je daar hard aan werkt en dat dat, dat, dat wordt vastgesteld. En dat je verbeteringen ziet en voelt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, ook wat in Forst Nationaal uh, gebeurd is. Ik, 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 ik weet dat we, we, we namen het over. Een beetje later heb ik een eerste... Je spreekt met de burgemeester daar, de toenmalige burgemeester. En die zei me: ah, meneer Van Esbroek, ik heb drie problemen in mijn, in mijn stad. Audi, want daar werken veel mensen, maar er is niemand die van vorst die is die dat daar werkt. De gevangenis, niet anders dan problemen. En vorst nationaal. Oei. <laughs> en letterlijk, en als ik van alle drie verlost zou zijn, zou kunnen worden, dan ben ik hier burgemeester de komende 50 jaar. Wat een hè? Ah, ook fijn. Ja, aangenaam. ja, aangenaam. Maar, ja. Maar, maar kijk, we zijn dan onze technieken van, van Antwerpen beginnen toepassen daar in Vorsten. En ik moet zeggen dat dat, dat, deel, uh, dat deel verwaarloosd was in alle, in alle opzichten. Uh, niet alleen in de zaal, maar ook, uh, maar ook de, de maatschappelijke positie van die, die. En dat is nu verre van hartelijk, maar dat is al met veel meer begrip dat we daar, uh, dat we daar kunnen, uh, kunnen en mogen werken. Zo werkt dat. Oké. Okay. Interessant. Ja. Oké, okay, maar dus langs de ene kant eigenlijk een Sportpaleisgroep, dat door de jaren heen goed geëvolueerd is. En langs de andere kant hebben we PSE natuurlijk ook. De, de organisatorische tak. Dat is eigenlijk ook begonnen met proms, hè? maar dat is geëvolueerd naar bijvoorbeeld ook Clujot-shows en veel meer dan dat. Uh, je zei daar juist bijvoorbeeld bij Cluzo is dat ook echt een een stijgende lijn grote productie geworden. Um, hoe is dat allemaal begonnen eigenlijk? Zo verhaal begint op de proms. Ja. He, dus wij hadden, wat ik daar juist zei, al is vaak een lokaal uh, touch. En we hadden dan op een bepaald moment het idee gehad van, weet je wat, we kondigen niet aan wie dat er komt. en We laten dat af en toe een keer uh, roteren. En dus op een bepaald jaar, dat uh, is al 99 geweest, denk ik, of zoiets, of 98 of zoiets. En wij klusen op de proms. En dus dat, dat ging er echt, echt af. Ik, ik ben een beetje een cijferfetischist. Toen was het zo dat we op het einde van de avond iedereen in de bloemen zetten en, en die heeft opgetreden. Applaus, applaus, applaus. En dan schreef ik, of de db-meter, schreef ik de db's op. Van, van... Nee, nee, ja, maar echt, waar, ja, echt waar. Ik ben niet aan het, aan, ja? niet, ben niet aan het zwanzen. Ja. Ja, dat was voor mij toen een enquête, op de bepaalde manier. Ja, manieren, een beetje. Hè, van... een beetje mm -hmm. En dan schreef ik die op en dan was dat bij Kluys, dat was, was dan 99, 100, 101 soms. Bij Kluzo was dat dan 106 dB-applaus. Wauw, wat is hier aan de hand? En dan hebben wij uh, aan uh, Koen en Chris gevraagd: van, Tja, we zouden het niet zien zitten om eens een concert te doen. Hè? Dat was dan een paar jaar na. Uh, een Tiri Tomba, uh, help me even... Uh, Helmoet Lotti, Helmut Lotti hey, uh, uh, Ghost Classic. Hey, dat hey, was een heel, een, heel, uh, uh, <tie <tie een heel groot succes geweest. En dan zeiden we, zouden jullie niks willen doen met, met orkest, maar we blijven bij uw nummers. Alleen maken we die wat rijker door, uh, door daar een orkest achter te zetten. En zo is dat. de eerste night... Op, uh, de eerste Clouseau in het was Clouseau met orkest of zoiets. Of, ja, ik denk dat het zo heette. Ah ja, ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, was, ja. ja, en dus ja, trucje van de voor. Wij deden dat uiteraard met het Night of the Proms orkest in de Night of the Proms productie, denk ik, dat we dat deden. Um, en dan was dat uh, op een zondag. Hadden we dat gepland, want ja, de zaterdagen hielden we voor onszelf. <lacht> <lacht> en um, dat verkocht uit. En straf er nog. Wij, en, 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 met ons ticketing hadden wij toen al het, het systeem van, van opties nemen en van, voor, eh, van, ja. van, van die. Dus we hebben daar toen eigenlijk 1,7 shows gespeeld. De maandag, op de maandag dan bovendien nog een keer een, ja. een, 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 een 70% uh, vulling gehaald. En ik denk er er behoorlijk van onder de indruk dat dat, dat dat zo gegaan was. En, allez, dat zal de reden ook wel gehad hebben. En dan zeiden we ja. Als we dat ene keer doen, dan moeten we dat blijven doen, maar laat ons afscheid nemen van dat orkest, want je kunt dat ene keer doen, maar, nee. maar uiteraard niet, niet, niet blijven doen. En zo is eigenlijk uh, die reeks begonnen. Het tweede jaar was het jaar dat Endans juist is uitgebracht, de plaat. En ook daar die, de, was in een van la, de laatste nummers, dat nummer dat ik zelfs nog niet kende op dat moment, want jij ja, je zit dan met de prompts bezig. En dat Sportpalais, stond op zijn kop. Ik zeg, wat is hier aan de hand? En het derde jaar... Hebben we de brug van de Rolling Stones ge genomen. En dan zijn we van twee shows die we hadden aangekondigd, hè. want het tweede jaar waren er ook twee. Dus denk ik naar zeven of naar acht of naar negen shows gegaan. En dan is dat productioneel ook mee... En dan, en dan ja, ja en en daar, daar is het mee. dan begonnen. Hè. Want dan, allee, die, die, die twee broers, uh, allee, wat dat betreft, zijn, moeten ze niks leren. Ja, Jan deze was graaf, maar volgend jaar, uh, dat moet, allee, we moeten het er wel over hebben. En dan, uh, ja, ik denk dat we in het jaar daarna in het midden zijn gaan staan. En zo, ja, elk, elk jaar wel een, een thema gaan zoeken. Wat bijzonder vermoeiend is eigenlijk ook voor dat team. Want dat geeft een hoop, een hoop druk. Dat is ook de reden, denk ik, waarom we uiteindelijk dan hebben gezegd we moeten er een time-out in gaan voorzien, want dat is gewoon niet vol te halen. Uh, maar dus zo, zo, ja, zo is dat ontstaan. En dat is ook, dat is, is aberrant, groots... alleen dat, dat is belachelijk geweest, hè. Uh, we hebben een jaar gehad dat we 252.000 tickets hebben verkocht. Verkelijk zo. 18 shows. Dat is veel, hè? Dat is echt ja, veel, veel, hè? Dat is veel, Ik was daar. Ik heb dat gezien, hè? voor paar keer. Ja, dat is cool, hè? Betaald, hè? Allee, ik heb zeggen, ticket gekocht, hè? Ja, ah. ah, ook dat, hè? Ik heb zelfs al iets verdiend dan, nu wil dat zien. Zeker, al <laughs> oh, veel vol <volgens> mij. <laughs> nee, maar ja, dat wordt crazy. Uh... Allee, los van of dat je nu... Allee. Of dat je nu Clouseau fan wordt van die muziek of niet, wat dat vooral duidelijkheid, want ik vind wel dat Clouseau fantastische muziek zeker die eerste plaat nog gemaakt heeft. Maar los, los van die muzikaliteit, ja, dat was toch wel de eerste Belgische productie ja, die gewoon die lat niet een tweede oor gelegd heeft. Maar dat toch, uh, ja, dat was crazy, hè? Letterlijk een uh, brug. Uh, de... Maar ja, maar ja, die brug, wat was dat weer? hoe ging dat weer, Jan? Die, die brug van de. Dat een uh. brug die, ja, daarvoor hadden dus Walter Dazen nodig, hè. Uh, die, die, uh, die mij attent maakten op het bestaan ervan. En dat, dat was zo'n een, een trapsgewijs, een beetje een, een ladder van, uh, van een brandweerladder. Een, ja, brand, ja, een just... brandweer ladder, hè. dus, ja. dus maar, maar wel in een gebogen vorm. Ja. Zeer mooi. Hè. En dus we hadden die verstopt. En Koen gaat daar op een bepaald moment op staan, tijdens een uh, nummer uh, verlangen. Dat hem zo kon rekenen, dus, uh, dat dat niet, niet strak getimed was. Ja. En in ieder geval schiet je zo van, vanaf het podium roef, tot aan de front of house, waar op dat moment een vierkant podium van zes op zes, denk ik, of acht op acht, naar beneden kwam. En dus dat, zat, dat landde en die brug landde erop En dan kon je zo overlopen. En dan met die muzikanten allemaal naar daar. Op dat podium hadden we dan een, een akoestisch setje, hè, want die, je weet hoe dat, dat is om in die late te spelen. Uh, maar ja, dat, dat was echt... Ja, ik bedoel, dat, ik herinner me, ik zei... Ik kon, uh, we waren dat aan het opbouwen. Die zegt: Koen, breng morgen, als je komt kijken, nu een eerste keer. breng een plastieke onderbroek mee, want je gaat klaarkomen. <lacht> <lacht> ik kan ik hoor het me toch zo zeggen. En, en hij lachte een beetje. En, uh, maar dat, dat, was, dat was echt een <laughs> fenomenaal effect. En echt, je zag die mensen. Wat? Ja. <laughs> dat is dat is gewoon die mensen die in doorgaan. in Het is een beetje hetzelfde gevoel hè, heb ik nu gehad bij Bart Peters als we dat koor onthulden. Achter mm -hmm. die acht En gordijnen. dacht: wauw, nog een verdieping, nog een verdiep. Wat is, hier, wat is hier, aan de hand? He, dat, dat, dat was dan nog minder mechanisch eigenlijk. Dat, terwijl dat, die brug dat was fenomenal. met mijn Koen is dan de juiste man om erop ja. te staan. Die gaat natuurlijk juist op dat uiteinde staan he, zo ja. Van, ja. He, en die, die zet zijn timing dan in en die zorgt dat het moment dat hij in Nederland dat, dat dat nummer ontploft en uh, ja, dat leidt, daarvoor is dan natuurlijk een top entertainer. Ja. En toen denk ik dat wij aan vier shows zaten of zoiets, ja. drie of vier shows. En dan hebben we er nog, volgens mij nog vijf verkocht, alleen maar op dat, op, op dat effect. Ja, op de brug. Ja. Ik kan me wel voorstellen, als jij als publiek dat totaal niet verwacht en dat gebeurt. Zeker toen waren producties nog niet altijd zo groot, zo spectaculair zoals ze nu soms zijn. Dan kan ik me voorstellen dat dat een, een bal is die aan het rollen gaat. Ja, maar, ja, maar dit is wat ik daar juist zei. Enfin, want, want voor de rest was die, was die productie eigenlijk redelijk bescheiden hoor, dus ja, dat natuurlijk nog op geld in die ja, brug, ja, in die brug. Ja, <coughs> en, en was daar ja, alleen begonnen wij ik den, den, denk dat dat de eerste of tweede jaar was dat we met, met, met Luc mijn van painting with light uh, hebben gewerkt uh, en dan ja dan, dan, dan na, na negen keer uh, ik, ik kom dan meestal de kleedkamers binnen tijdens de pauze en, en, en na het concert, dan was het, Jan, nee, hey, was goed gedaan en volgend jaar doen we nog straffen, <laughs> ja zo zo gaat dat ja, dan, ja. 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 En, en we zijn daar niet altijd in geslaagd, maar we hebben daar inderdaad wel. Nu, het voordeel was daar ook dat, dat, is, dat die artiesten ook investeringsbereid waren om dat te doen. En daar ook de lange termijn uh, en, en de payback-visie uh, visie op hadden. Hè? Waar je ook niet altijd, niet altijd tegenkomt, natuurlijk. Ja. Ja, maar, en nog... worden dat, dat dan echt de, de, de broers of zat er dan nog een maar, team boven? Nee, 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 nee. Don't worry. Die weet het zeer goed waar ze mee bezig ja. zijn. Ja. Toen ook al. Ja, ja ik kan die mensen niet. Dus, uh... ja, ja, maar dus, dat, is, dat, is, uh, allee, dat, dat is eigenlijk. Een, het is een plezier om mee samen te werken. Mm -hmm. Ik weet niet of ik ermee mee op vakantie zou willen gaan. Maar maar... Waarom? Ja, wel, ja omdat, omdat, omdat het over samenwerken gaat. Ah ja, oké. Okay. Dus, uh, en en, en dat, dat wederzijds respect tussen die twee en dat aanvaarden van, van ieder zijn rol, dat, ik vind dat zo schoon. Ja, ja dat is echt. Ja, twee handen op één een buik, maar toch heel verschillend, zo. Van, ook, ook, ook uh, karakterieel liggen die heel ver uit elkaar, ja. maar dat, 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 dat matcht, matcht zeer goed samen, die kunnen een kletterende ruzie maken. Ja, en een ja, dag ja. daarna, of, of, of een beetje daarna, is dat dan, is dat dan weg zo alleen Als ik zo met mijn broer zou spreken, die zou twee jaar niet tegen mij, niet, niet tegen mij spreken, terwijl dat... <laughs> dat uh... Allee, ja, maar dat is gewoon ja. ik vind, ja, dat, ik vind dat echt zeer, zeer mooi hè. dus uh... Uh, en en ja, Chris is dan de muzikale en Koen is de, is de showgast. Hè? Maar ja. ook daar Koen is zo so, so dankbaar om daarmee te kunnen werken, omdat hij die, die tv-ervaring heeft. Je ja, die, moet je die niet zeggen wat in je camera staat. Die ziet, ja, die erin, die, hm. keer, je ziet dat, je kijkt erin. Ik heb een avond gedaan. Uh, hè? Dan, dan, ja, die, die, oh ja. En dan laat je een boodschap. De wereld los wat je niet over nagedacht heeft, maar die 100% klopt. Ja. Dat is, dat is, uh, dat is echt, echt, echt een plezier. En dus, met een technisch probleem, dan zetten die zich nee, los maar op, wij We wachten wel. Nu haasten, niet, manneke's, kom maar op. Heb... Nee, nee, die die, die laten dat toe. Dat is ook een heel loyale band, hè, die Clouseau, want dat is ook al jaren dezelfde crew, dezelfde. Uh, huh? oh ja, want dat, dat heeft wellicht ook te maken waarom dat, dat dan zo goed, zo goed blijft ja, klikken, he? natuurlijk. Ja, eigenlijk. Zeg, we hebben het nu even over klus ook doet nog andere dingen ook. Hè? In hoeverre... Is het, zijn er altijd dingen die ideeën van jullie zijn? Of in wat bepaalt eigenlijk wat organiseert PSA wel en wat niet? Dat, is orga dat, dat, dat groeit organisch. Hè. Ik, heb, ik denk dat ik vijf jaar gezeurd heb om Bart Peters te mogen doen. Ja. Ah, ja. En, dan, ja en dan was er, dan was er van, 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 van een kor, nog geen sprake, hè. Dat, dat, dat passeert aan het pad en dat is dan voor voor Bart of voor Stijn het moment om te zeggen oh, misschien moeten we met dat koor iets doen en dan wordt 60 jaar, weet je wat, laat ons hè, want, want Bart veelt niet graag in grote zalen. Hè, die, die, ja, ah, dat ja, was ja, erin dat hij dat zo Ja, 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 ja heeft? Ja, dat is ook het eerste wat hem zegt in de show. Hè. Ja, het is hier wel groot, en maakt u geen zorgen hè, binnenkort uh, plooien we terug op, uh, op, op, het, op het theaterniveau. Wat ik respecteer. En dat en klopt ook. Alleen, muzikaal is dat, is dat ook mm -hmm. veel meer zin. Ja, als de... even maar, onthoud wordt gezet. Maar ik, ik, heb, ik ben naar die show gaan kijken. Je uh, moet dat wel een keer. Uh, dat is wel uh, impressive mm -hmm. hoe, dat dat wel, hoe, dat, hoe dat die show wel klopt. Gewoon, uh, ja. Ook hoe, dat, allez, hoe dat die zaal dan aanvoelt. En zo, dat is echt wel ja, een grote zaal die zo aanvoelt als een huiskamer. Ik ben nu niet. Allee, ja, ik ben niet zo vertrouwd met het repertoire van Bart Peters, maar ik was, ik was eigenlijk wel echt vrij onder de indruk van die. Hij uh... ja, is echt straf gedaan. dat klonk ook echt vrij goed. Ja, jo Frank een mix, dat, uh, zag er ook. Van... Allee, ja, er was er echt niets, niets, over, allee, niets negatiefs over te zeggen. Ik vond dat echt uh, dat klopt. En om dat, om dat, ook omdat dat een keer een omgekeerde beweging is. Eh? Allee, zo goed, de, en, ja uh, dat was vrij groot zijn zijn kleinheid geworden maar dat is super moeilijk denk ik voor dat te creëren en zo'n ja, zo bunker hè ja. alleen mij vind respect voor uw, voor uw bunker ja, klopt ik ja. vind het persoonlijk maar het is ook het meest recente maar het is wellicht ook het beste dat ik ooit gedaan ja ja het zit in ieder geval in mijn top drie ja absoluut ah oké okay. ja en vier op en, 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 en dat is dan ook Allee, ook hij is een artiest die veel teruggeeft hè. die je die die, die, die feedback kan verdragen ook als het als als negatief is en, uh, en het is natuurlijk prettig als je vier, vijf jaar probeert iets gedaan te krijgen dat je dan die kans krijgt en dat dat dan zich zo vertaalt Betraad. dus het uh, ja. Ja, is heel het uh, geeft heel, heel veel energie is heel bevredigend vandaag ook mijn antwoord in het begin Produceren van shows is eigenlijk wat ik het liefste doe. Maar ik weet niet of ik er het beste niet ben. Maar goed, dat is, uh, die discussie hey, hebben we gehad. Was dat nu uh, een antwoord op je vraag? Of kan ik daar een beetje open en. Uh... Ja, dat was zeker He? een antwoord. Het feit dat het gewoon organisch groeit, welke shows dat je met PS doet, of niet. Dat is... Ja, uh, dingen. Okay, uh, ja. Milking, uh, Reggie, zoveel jaren terug, die zei: uh, Ik kom hem tegen in een tv-programma. Ik zeg van we willen nu eens iets samen doen wij ah, zeggen ik heb lang gewacht voordat je het gevraagd hebt. Dan laat ons eens iets samen doen. Ik zou er nooit mezelf afgekomen zijn, dat zei hij toen zelf. Ah, ja? Maar ik ben blij dat je, de, dat je eraf komt. En dan hebben we de verjaardag van Milking of zoiets uh, beginnen doen. En dat was dan ook weer uh, met Van allemaal rond. Hebben ja, toch, uh, toch diezelfde brug weer gebruikt? Of was dat... hebben nou, ja, maar... we die brug ook ja, eh? ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. ja, en daarna mochten we er meer. Ja. Waarom? Ja, de Stones hebben dat dan afgeblokt. Ik denk niet dat ze nog maar gebruikt worden. Ah Ja. ja. Allee, nou, dat heeft niks ik heb er een show van gezien ook. Um, ik denk dat die brug hapert of zo. Of dat, er was iets mis met die brug. Kan dat zijn? Of is dat nooit? Of, of was dat gewoon. Nee. nee? Want dat soort, dat soort fratsen hebben, hebben we niet meegemaakt. Ja, ah, ja, oké. Okay. Het nee. zal hem in herinnering zijn. Ja. <laughs> nee, ja, maar dus eigenlijk, dat hangt van project tot project af hoe dat er groeit. Dat, dat kan een idee van u of van een artiest zijn dat je begint te babbelen en dat je zegt van. Dat is misschien in idee. leden en Ja, nee. ge gevolgde artiesten op. Hè. We hadden nu afgelopen uh, weekend we die 24 uur live in, ja. uh, in Sportpaleis. Uh, Meteor stond daar. Ik had die mannen nog nooit gezien. Maar ik vind eigenlijk wat dat die doen wel vrij tof. Dus ben ik die mensen gaan opzoeken. Die zit blijkbaar onder de vleugels van Hans Franken. Dat wist ik niet goed. Ik, ik heb ik hem daar gaan zitten. Ik zeg mannen, ik vind dat je echt heel goed bezig bent. Niet dat ik veel van muziek ken, maar ik, ik denk dat. Ik denk dat je goede keuzes aan het maken bent. Doe zo voort. Hè, weet je, ja. Misschien dat er binnen tien jaar iets uit iets voortkomt. Dat is niet uit je strategie, vooral nee, duidelijkheid. Nee, 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 nee. Maar zo ja, zo het zo, niet zo... En we beperken ons tot, tot, tot Vlaamse artiesten. Hè, de... En moet het voelen? Als je ja, ja. het niet voelt, gaat het niet doen? Ja, absoluut. Eh? Ja, ja en, en, en het omgekeerde gebeurt ook. Evenementieel dan. Heel onlangs. Uh, een vraag van een, uh, een bepaalde partij die zei we wij, 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 wij hebben wat te vieren en we willen een soort revue-achtig uh, ding samenstellen, want we hebben dat en dat en dat en dat. En dan heb ik gezegd, het zegt mij niks. Ik, 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 ik voel dat niet aan, ik, ik ken het niet. En het, ik denk dat, het, uh, dat er beter partijen te vinden zijn dan, dan, dan wij om, om dat te doen. Kan ik u helpen, technisch of productioneel? En zeker, want het zal in een van onze zalen doorgaan. En naar, naar, naar de commerciële positionering en, en, en met veel plezier en van harte. Maar ja, als, als, het mij niet, als het niet mijn en dada is, dan, dan gaat het niet gebeuren. Ja. En andersom, gelijk dat je zolang hebt zitten pushen dan voor Bart Peters, zet je zo nog veel dingen in je hoofd: van dit wil ik nog doen, of die een artiest wil ik zeker nog iets mee doen, of daar heb ik een idee voor. Goh, ik, ik, uh, laat zeggen, de liefde nu een beetje over is. Ik heb met mannen ook nooit ontmoet, maar ik uh, wat bazaar bijvoorbeeld deed uh, drie, vier jaar geleden, dat vond ik fijn. En dan heb ik dan tegen Alexander, in de manager, ooit wel eens gezegd van. En, wel, en de liefde is een beetje over? Ja, ik, ik bedoel, ik, ik voel, ik voel de muziek ietsje minder aan nu, uh, ah ja. wat ze doen dan, dan, dan voorheen. En ik heb nooit met hen, met hen gesproken. En ik voel me daar ook niet in opdringen, ik vind dat ook, ik vind dat ook heel ongepast. Uh, en, en, en dat zit dan al in systemen of in, in organisatoren die, da, die daarmee bezig zijn en, en, en klaar. Uh, maar tegen de manager heb ik ooit wel eens gezegd, ja, als zij als, als ooit iets, iets speciaals willen doen, uh, dat was dan toen, dat wil ik graag doen. Maar het, het gebeurt ook anders, ik, een dag bij Herman Schuurmans op een bureau, uh, zit Axel Red die 15 jaar carrière uh, had, dus tien jaar geleden denk ik, zoiets. Uh, we willen niet samen doen. Ja, Zo, allee, ja, ja. dat, dat, dat ja, noem ik dan ook organisch. Ja, he? dus, ja, ja, ja. Het kan van beide kanten ja, komen. Ja, wilde, absoluut. Ja. 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 Zeg, ik weet niet of dat uh, hier van op een tak is, maar als je nu spreekt over uh, uh, Herman Suurmans. Wat, wat, wat heeft Live Nation is nu? Kunnen we daar iets over zeggen hoe dat situatie Live Nation heeft jullie. Of hoe, ja, hoe moet ik dat doen? Uh, de exploitatie van de noodschap van de Zalen uh -huh. is, behoort nu tot uh, Live Nation Entertainment. Hè. Dat is het grootste muziekbedrijf ter wereld. Waaronder ook Live Nation Mechelen, dus het, het, de, 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 de tak van Herman zit. Ja. En samen zitten wij in een, in, een, in een structuur en rapporteren wij, als, dat, als ik dat zo mocht noemen, naar, naar Londen. En. Welke firma van jullie hebben ze dan overgenomen, juist? De Sportpalais-groep. Ja, de NV Antwerp Sportpaleis, als je, als je precies wilt weten. Ja. Maar die zich profileert als een sportpaleisgroep? Ja. Dus, die, dus PSE, de, de producent. Daar heeft ook niets niet mee te nee. maken. En teleticketservice niet. ook niet. Ja. Ja. Het is alleen de zaal-exploitatie. Ja. En welke heeft dat een, een impact? Is dat. Ja. Uh, ja, we zijn natuurlijk. Hè, dus, uh, het dateert van 1 april 19. Mm -hmm. Dus zeg ik dat nu juist? Ja, denk ik. Hè. We zijn nu 21. Hè, ja, we ja. zijn nu 21, 21, 21 ja. Dus ja, we hebben, we hebben eigenlijk uh, niet eens een vol jaar Ja, nee kunnen presteren. Ik kan niet zeggen: ja, er is natuurlijk heel veel veranderd, maar dat heeft veel meer met de situatie te maken dan, dan met dat. En ik, uh, ik, heb, ik heb geen nadelige. Uh, effecten gekend tot nu toe, wat die overname betreft, die mensen hadden mij gerust, die hebben mij overgenomen, of ons overgenomen, omdat wij dat goed deden. Ja. En die hebben niet liever dan dat wij dat verder blijven doen, dus die gaan zich er ook niet ja, verder over. Wat is in het voordeel? Uh, om dat te doen, mm -hmm. uh, er is een, een leeftijdsaspect. Ik ben 57 jaar, dus je moet toch ergens naartoe met je, met je kind. Uh, alleen moet zorgen dat dat in goede, veilige handen is. Mm -hmm. Wat mij heel hard getriggerd heeft, uh, is de, de aanslag in uh, Manchester. Mm -hmm. hey, als, als ons dat als klein vernootschapje. Zou zijn overkomen, dan was dat het einde van onze organisatie geweest. Daar krijg je even iets meer uit, Jan. De aanslag in ah, Wel, dus, dus er is uh, oh, een match er, oh, ja. op, op het uh, concert van uh, oh, even, uh, Ariana Grande. Ariana Grande, eh, komt er iemand de foyer binnen, die, die, die trekt er aan een hendel in en uh, er zijn er 13 doden of zoiets al. Een heel dramatisch gebeuren. Ja, dat heeft. Op, dat zou op een organisatie als de onze op dat moment zo'n zware impact hebben gehad van sluiten, van schade, van, van gewoon moreel uh, dat, dat aankunnen. wellicht uh, eh, ja, zouden er medewerkers uh, getroffen zijn en dat soort zaken. Dat, dat uh, je ja, dat, dat je toch afvraagt, van welk vangnet heb ik, ik als, als, als er zoiets gebeurt? Niet, niet zozeer voor mijzelf, maar wel voor die honderd mensen waar dat je voor verantwoordelijk bent en die... Twee miljoen mensen die elk jaar uh, over de vloer komen bij je. En dat, ja, dat, dat vangnet is flinterdun, hè. dat zakte los door. En dat is nu ja, dat is echt van staal gewoon. Daar, uh, ja. daar, daar kun kunnen, je daar kunnen in, 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 in terechtvallen. Dus dat is een soort verantwoordelijkheid waarvan je toch op een bepaald moment begint te denken kan ik, kan ik die eigenlijk wel dragen? En dat heeft voor mij persoonlijk ook, ook wel heel hard gespeeld in de zoektocht naar... Ik wil kunnen schalen onder een veel grotere paraplu dan, dan die van mezelf. En dat, daar, zijn, daar, zijn we nu, uh, daar zijn we nu in terecht gekomen. Ja. Mm -hmm. Snap ik. Snap ik ja, want onze vrouw we dat, dat, dat maar eens opgeschreven. Dan, hè, van, hoe voelt dat, in godsnaam, als je. Ge... Neem nu een ne, ne Night of the Proms: dat je letterlijk verantwoordelijk zit voor de zaal en ook voor de productie. Allee, hoe voelt dat? Is het... ja, maar dat is een 360-model, hè? Zoals ze dat zo graag vertellen. Hè, 360. Je, 360, mm -hmm. hè, ja. Mm. Nee, dus dat is. Uh... Nee, maar hoe, hoe voelt dat? Vinden ze dat plezant? Of, of, of dat is comfortabel. Is dat comfortabel? Dat, oh ja, ik vind dat heel comfortabel. Ja. Je kunt niet op jezelf kwaad zijn als er iets verkeerd is. Dat is veel gemakkelijker dan op iemand anders kwaad zijn. Je hebt ook zelf veel meer in de hand, vermoed ik Ja, natuurlijk. Je hebt, je, hebt, je, hebt alles, je hebt alles onder controle. Ja, enfin, uiteraard. Wat je kunt onder controle houden, maar je kunt ook bijsturen. Hè, als wij. Als wij, hoe uh, moet ik dat gaan zeggen, uh, Bart Peters, hè? De Jo Franke komt aan en die zegt, ja, ik wil wat van die, uh, we noemen dat kamelendoeken, van die waffels, wil ik uh, daar en daar en daar hangen, uh, want uh, dat gaat je zaal qua geluid verbeteren. of enfin, je hebt het zelf, zelf mogen ervaren, dat, is, dat was ook opvallend zo. Ja, uiteraard. Ja, dan kunnen wij als zaal zeggen, oké, okay, we gaan daarin investeren. We vinden dat belangrijk. Doen we dat voor Bart Peters? Nee, ja, uiteraard, want het is handig dat, dat dat zo is. Maar wij doen dat natuurlijk om te proberen, als zich zo nog voor <laughs> zaken voordoen, helaas zitten we nu een jaar op ons gat, uh, om een nog beter geluid te kunnen hebben. En waar, waar is dat goed voor? Dat is dat mensen met een nog bredere, bredere smaal naar huis gaan. Want mm -hmm. Heel vaak, dat heb ik wel geleerd, een, een, een consument is niet altijd in staat om te duiden waarom hij iets niet zo goed vindt. Mm -hmm. En dat heeft vaak met ontastbare dingen te maken. En geluid is daar uiteraard ja, ja. een heel belangrijke in. Uh, maar bijvoorbeeld ook licht. Hè? Ik, 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 ik kan razend worden als je zo 18 lampen hebt en dan staat er dan een, een beetje schever dan, dat, dan de andere. Niemand, niemand ziet dat. Hè? Maar dat moet, dat moet juist zijn. Want als dat niet zo is, denk ik echt waar, ik ben er echt van overtuigd, dat dat on, onbewust... Dat, uh, ja, dat is een stripje langs de verkeerde kant uh, uh, van, de, van de beoordeling. Zo gaat dat met veel. En dat gaat over timings. En dat gaat over... Ik, ik, vind dat, ik vind dat zeer belangrijk. Ja, ik vind dat wel straf. Even een paar zinnen terugkeren. Dat je, dat je zegt: van, ja, Ik vind dat wel comfortabel als ik alles en dan. Oh, ik mag daar niks niet aan denken. want dan die druk, dat je. Allez, ja, alles dat misgaat, is wel letterlijk uw verantwoordelijkheid. Hè. Als die show niet goed is, is het uw verantwoordelijkheid. Maar als hele Trieks springt. Is het ook je, je dingetje, is toch uw ding waar je zelf niet in orde. Ja, het is de, de laat, letterlijk schakel. alles gewoon. Ik denk dat toch? Ja, ja. maar ja, goed. Wat, 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 hoeveel comfortabeler is als er iets is dat je iemand de schuld kunt geven? Wat, 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 welke oplossing heb je dan? Heb je ik dan vind dat Plus dat je dan ook met het feit zit dat je niet weet. <laughs> maar nee, hoe, dat goed, ja. goed, hoe goed hoe goed of hoe efficiënt dat die en andere dat gaat oplossen. Ja, I know, I know, maar ik vind dat toch, ja. Um ik heb, oh, het is lang geleden uh, vroeger heb ik ik uh, ja, nu en dan een keer een feest te geven en grote dingen hè, maar zo voor, voor duizend man of zo dat voelde op, me, op mijn schouders dat voelde wel heftig aan zo als, er, uh, ja? als organisator als organisator ja, ja bijvoorbeeld uh, ja ja we moeten ja, dat zeggen. het is te lang geleden die eerste die eerste edities night of the prom zal dat ongetwijfeld ook zo geweest zijn mm -hmm. gerold daar natuurlijk in en ja Allee, ik kan niet zeggen dat dat routineus wordt, maar ja, je, leert, je leert er wel mee omgaan. Ja. Ja. Dus nu toch... Ah, sorry dat ik je als ze mij morgen zeggen je moet een tram gaan, uh, gaan besturen, dan <laughs> zal ik de eerste dag ook een beetje in mijn broek doen, dat ik van alles en nog wat ga besturen. <laughs> maar die mensen die dat daar nu rijden, die rijden. Ja, tuurlijk. Maar goed. Zeg, uh, uh, twee zijn geleden razend worden. Hoe, hoe gebeurt dat bij u? Ja, zo is meer intern hoor. Ik heb, ik, 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 <laughs> Mijn dochter lacht. <lacht> ah. um, moest aan een vijfde micro hadden ja. ik, uh, ik, ik heb des, een van de gewoontes die ik heb, en ik ben er niet altijd fier op, maar ik kan nogal veel met woorden doen zonder, zonder daar heel veel decibels aan te verbinden. Dus als er iets niet, niet in orde is, dan kan een blik of een, of een woord. En, uh, als Luc of, of een operator iets verkeerd doet, ik, ik zit veel meer met licht bezig dan met geluid Als ik iets verkeerd doe, dan durf ik zo zeggen: je lukt goed bezig joh. Dat is een tactiek. Ja, maar <laughs> ja, alleen ja, ja, ik, 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 uh, ik, uh, ik denk niet dat men mij al heel dikwijls heel erg boos heeft geweten. Want meestal probeer ik dat. Uh, tot 10 te tellen en dan te wachten, en dan, en dan proberen de omstandigheden waarom iets, waarom iets is of waarin iets gebeurd is proberen te kaderen. Mm -hmm. Maar ik kan, ik kan soms wel heel cynisch of scherp uh, uit de hoek komen. Dat, dat zal zeker wel eens gebeuren. Iedereen zal dat. Uh, dat heeft ook als nadeel dat soms cynisme wordt gezocht daar waar je het niet gebruikt. Mm. Dat je, ja, ja. Dat cynisme kan keihard zijn. Hè. Ja. Ik heb echt liever dat mensen roepen tegen mij. Ja, of dat ze zo'n zo harde opmerking geven. Ja, ja dat dus zou ik. Allee, en het omgekeerde ook. Nou, op de een of andere manier gebeurt het mezelf dat iemand roept naar mij. Want dat doe ik ook. Af en toe is iets verkeerd. Alleen meer dan af en toe. Dus... Uh, maar ik ben, ik ben niet conflictueus van als, als persoon. Zo. Ja. 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 Dat kan ook niet anders. Hè. Allee, met die in een track uh, ja. record. Ik ja, denk dat dat in uw positie misschien ook, uh, ja, je staat, heel van boven, je moet delegeren. Dat is gelijk je daar straks misschien ook zei, dat je respect naar bepaalde mensen toe en je, je verdient dat op een bepaalde manier. En als je gekend staat als een roeper, ja, bijvoorbeeld, dan gaat je dan misschien rapper, minder rap krijgen. Over. Ja, voilà. je mocht dat niet te veel doen, hè, want anders heeft dat geen impact meer in dat soort zaken. Bijvoorbeeld ja, dat ook. goed, de, goed doseren, zal tentoon. Ja. Het doet mij een beetje denken, die uh, Bocht. Heel lang geleden, een klein anekdootje, heel lang geleden uh, werd ik heel samen met uh, een, een zeer goede advocaat, Leo die trouwens het uh, dossier voor ons heeft uh, begeleid. En die, die had ooit aan twee medewerksters, die het toch al uithingen gezegd, als ik met kippen had willen werken, dan was ik wel polier geworden. De boodschap was duidelijk. Oh. En werken ze daar nog? Ja, dat, dat laat ik. Dat laat ik zal dat dan wel met een smile gezegd hebben of zoiets. Zijn, om, om dat dan. Maar goed, ik dat zo, dat zo, ja, vind dat een, een betere stijl om iets te bekomen dan, uh, dan vloeken en tieren en roepen en, ja. en, met, en met dingen beginnen ja, te roepen. Ja, huilen. absoluut. Mm. absoluut. Mm. ga ik mee akkoord. Hoe oh, ging naar je vrouw, Pieter? Uh, ja, ik ging eigenlijk zeggen, we hebben nu al over uh, Sportpaleis, Sportpaleis, Groep, PSE gehad, maar eigenlijk nog niet over die en derde tak, he, die Teleticket Service. Ticketing, ja. ja. Want daar zijn jullie, of daar zeg jij, ook vrij vroeg mee gestart. He. Was dat uit, uit noodzaak, gelijk dat je er juist zei, om dat te verkopen via telefoon, omdat er geen andere mogelijkheden waren? Of, uh... well, zoals ik daar juist zei, het was redelijk revolutionair. Ik, uh... Ik heb nooit een RTT gekend, want dat is de, de voorganger van Belgiëcom. Ja, Re, regie van de, telefonie uh, en telegrafie. Uh, ja. Maar die hadden een uh, leuze, een reclameslogan, en die zei: wie tot tien kan tellen, kan de hele wereld bellen. Dat was die, dat was die hun, uh, hun campagne. En eigenlijk hebben wij toen gezegd: Godverdomme, wij gaan ons tickets telefoon verkopen. Dat was toen not done. Alleen daar hebben we het al over gehad, dus ik mm -hmm. moet het toen niet een tweede keer vertellen. En uh, daar, daar is eigenlijk die, die ticketing uitgekomen, en meteen dat, dat, dat genot en dat, 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 dat plezier van die, die datamarketing van alle letteren, uh, hey, op, op een heel bescheiden schaal. Uh, maar we zijn, dat, we zijn dat direct beginnen doen. En we hebben dan een beetje de, de, chance, de chance gehad dat uh, we deden dat Night of the Proms. En niet veel later organiseerden en Michel Perl Disney on Ice in Vlaanders Expo. Ik denk 28 voorstellingen of al is ook, ook weer zo een, een onmogelijk ding. Ja. En die is daarvoor bij ons terechtgekomen. En dan hebben we dat ook telefonisch beginnen verkopen. En dan uh, jaar twee of jaar drie via een ex van mij die uh, computer studeerde in contact gekomen met was Stefan Esslers die nog altijd bij ons is. En die gevraagd, jong ik denk niet dat je iets kunt schrijven, al was het dan maar om die adressen en, en ik weet niet goed wat. En die heeft eigenlijk heel snel op die wangcomputers van toen <laughs> uh, en, uh, een, 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 een boekingssoftware geschreven, wat, wat eigenlijk op dat moment bijzonder uh, revolutionair was. En dan zijn we blijven telefonische ticketverkoop doen en dan, ja, dan is dat beginnen, beginnen evolueren, uiteraard op uh, het moment dat dan internet, uh, internet uh, uh, zich aandiende, gezorgd dat we die trein niet misten. We zijn, niet voor, we zijn er niet voor gaan lopen, maar we hebben, we hebben er ook niet achter moeten lopen. Uh, en heel veel database uh, activiteiten beginnen, beginnen ontwikkelen. En wat heel, wat heel krachtig is, ik merk dat nu, want Ticketmaster is een onderdeel van Live Nation. Uh, wij praten daar natuurlijk nu veel meer mee dan, dan dat, dat voorheen het geval was. Wat dat gevoeld is wel dat wij de, de thematiek van ticketing altijd hebben benaderd vanuit de behoeften van een organisator en van een zaal. Ja. En dat is het verwijt. Dat is nog wel eens het gespreksonderwerp met Ticketmaster. Zeg, zijn wereldleider in het verkopen van tickets. Dat is fantastisch wat dat jullie doet. Maar wij servicen onze organisator. En dat doen jullie niet. Nee, dat is niet, dat is niet helemaal juist natuurlijk. Maar dat is het grote verschil. En dus, waar, waar hebben wij ons bijvoorbeeld op gefocust? En wat is het succes geweest van, van het meeste van wat dat wij doen? Dat is de zogenaamde wachtshow-methodologie. Ja. Dus iets verkoopt uit, cluj he, was het beste voorbeeld, het eerste jaar zelfs. Verkoopt uit, oh, weet je wat, we gaan. Een tweede show open doen, maar je mocht nog niet betalen. Je kunt nog wel bestellen. En als hem doorgaat, dan verwittigen we je, sturen we. Toen was dat nog een overschrijvingsformulier. want betalen via internet, dat bestond ook nog niet. Stuur je een overschrijvingsformulier, Je betaalt betaald en we sturen nu de tickets op. En zo heb ik Herman Schuermans gecharmeerd met Witnie Hoosten, wat ik daar juist ook zei. Dus we deden een concert, dat was uitverkocht, dat was nog vier, vijf, zes maanden verder. En achter zijn rug zijn we een tweede show beginnen. In wacht, in wacht verkopen. Allee, ja, achter zijn rug gewoon. Ja, bedoel, zonder, zonder dat te melden. En ik heb hem toen op een bepaald moment gebeld. Ik zeg, Herman, ik wil het u maar zeggen, maar we hebben al 7000 mensen die eigenlijk naar een tweede show zouden willen komen. Hij heeft er een tweede gedaan en die is ook uitverkocht geweest. En ik persoonlijk, ik heb het hem nooit gevraagd eerlijk gezegd. maar persoonlijk denk ik, misschien weet hem het ook niet meer, maar dat toen de klik is gegaan, want tja, die mannen kunnen, die weten het eigenlijk misschien toch wel wat ze mee bezig zijn. En dat is iets, hè, zelfs nu, de nacht van vandaag, kan Ticketmaster dan nog niet. Ik kan, dat, ik kan dat niet begrijpen. En nu, en nu is dat digitaal, hè, of, 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 of elektronisch. Dus wij, wij doen een show, ah, die een tweede die gaat tot en met die plaats kunnen gaan boeken. En als we doorgaan, dan dringt op één knop. Die krijgen allemaal een betalingsuitnodiging. En je weet, dat valt natuurlijk wel een beetje een beetje kaf van koren. Je verliest wel wat, maar je weet dat je 70, 80 procent van die bestellingen binnen de twee dagen binnen hebt. Dus je doet risicoloos eigenlijk een extra ja. voorstelling. En dat is een van de hefbomen van de, van de, van de geweest die wij die gemaakt hebben wat dat wij, waar dat wij staan. Ja. En die ervoor gezorgd hebben dat wij zo. Zo snel hebben kunnen laten groeien en de broms en, en, en al dat soort uh, zaken. En eigenlijk risicoloos. Nou. En eigenlijk ook weer omdat je het weer allemaal zelf in handen had. Dat je heel goed dingen bij het ene kon doen die het ander te goed kwamen, ja. Gelijk die enquêtes en die marketing. En... Oh ja, en dat is dus, dus ook met, met de, met de zaalexploitatie is dat ook geweest. Ik heb dat daar juist gezegd. Je, ziet, je zit in veel andere zalen, je ziet oh, reizen binnen met, 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 met vrachtwagens. Het eerste wat wij in Sportenlijst gedaan hebben, bijna het eerste, is ervoor gezorgd dat de vrachtwagen slechts van voor binnen kon rijden. En dan, ja, dan zit een promotor die zegt: oh, Die mensen zijn eigenlijk niet zo stom bezig. Dat is goed, je kunt hier vijf, zes kamions naast elkaar laaien en lossen. De Spice Girls was een van de eerste shows. Okay, en dan krijg je een reputatie als zaal, en dan wordt dat nog vriendelijk onthaald. En, 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 en je afrekeningen kloppen allemaal, en die ticketing die loopt goed. En allee, die, je, zo, zo werkt dat. Ja. Allee, zo heeft dat gewerkt, zo'n systeem. Maar hadden jij als, 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 als Live Nation de Spice Girls boekt? Kijk, okay, ik ga ervan uit dat daar Live Nation op In principe hebben jullie daar dan eigenlijk niets mee te maken. Jullie doen het sportpaleis open, en qua ticketing, of, of, of loopt dat dan wel via jullie? Ja, de ticketing is, zit bij ons. Ja. De, de volledige zaalorganisatie, niet het backstage-gedeelte, he. maar mm. de volledige zaalorganisatie uh, komt bij ons. Allee, wij, wij trekken eigenlijk die dingen naar ons toe waar dan een organisator mm. dan niet naar moet omkijken. Wij, wij zorgen, als All security wel, dat het ons maar doen. Wij ah, bij, ja, ja. Ja, ja, dat zit allemaal bij ons: ja. plaatsaanduiding, ticketcontrole, ticketverkoop, uiteraard. Ja. Uh, dus dat is een, ja, een totaal. Wij, wij omschrijven dat graag als een zorgenvrij pakket, pakket voor de organisator. Dus eigenlijk een beetje een boetade: zorg dat u een artiest er staat en maak promotie dat de tickets verkocht geraken. En zelfs bij dat promotionele luik willen we u ook nog wel wat helpen, want we hebben natuurlijk die data uh, ah, ja, marketing ja, okay, nou, mogelijkheden ja, en zo. Hè. Die, zitten, die zitten nog mee. Dus ja. Wij, wij, wij pakken bij ons binnen wat dat we denken. Dat het is we toch al veel, veel verder dan een, dan een droge zaalhuur. Zaal het is niet de deur open doen en dan s'avonds terugkomen om ze terug niet te doen. Ah ja, nee, ik dacht. Nee. Nee, nee, het engagement Bram dacht dat soms? <rico Frankensteel> het engagement zit, uh, zit, ja. zit veel, veel verder. Maar dat is ook logisch, want dat is, in, is inherent. Hè, ,eh, je wilt eigenlijk niet dat, dat er een securitymaatschappij uw zaal vertegenwoordigt als je niet zeker zet dat die. Dat goed kunnen of weten waar ze moeten gaan. Want die klant die binnenkomt, die je kent het onderscheid niet tussen een live-nation organisator. Als het iets misloopt, als het slecht klinkt, is het de schuld van het Sportpaleis. Niet van die mixer, die Frank, hoe noem je uh, die nou <laughs> wel? Oh, ja. Niet van die mixer, niet van de geluidsinstallatie, niet van het feit dat hij die, dat die een kater had of ik weet niet hoe van. Nee, 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 dat is de schuld van het Sportpaleis. En dus moeten wij ervoor zorgen dat. Mensen zich, wat ik daarjuist ook ja. zei, hè, dat mensen zich kunnen richten tot ons voor de dingen die, die, die van belang zijn. Uiteraard ja. gaan wij niet aan de aan aan mixtafel zitten, dat gaat te ver. Dat zou jij wel, hè? nee. Nee, <laughs> ik zou dat echt niet, kunnen. echt niet kunnen. Is dat iets wat dat vrij normaal is als je een zaal exploiteert dat je meer doet, of is dat iets wat dat jullie toch iets meer naar voren komen dan het gemiddelde. Of ja, maar te dus, dat is wat ik er juist zei, hè. Wij, wij hebben dat altijd bekeken vanuit de bezonjes van een organisator, ja. omdat we dat eerst waren. Ja, ja, hè? En dus, ja. in, in het sportpaleis zoals het vroeger was, dan was trek de plannen, dat, dat was het zo. Ja, hè. Hier, we ja. doen de deur open en... Uh, allee, betaal eerst en dan doen we de deur <laughs> open. Zo, zo, zo ging het daar. En voor de rest uh, komt het niet zagen. Hè? En als je als een je kopietje wilt hebben, dan trekken we streepjes en dan rekenen we op het einde van, uh, van een dag het aantal kopieën. Zo, zo ging dat daar, daartoe ja. en aan toe. En uh, ja, daardoor hebben wij zelf ons togen beginnen uitbaten en zelf plaats aan het gedaan. En zelf security en ik weet niet ja. goed wat. En, dan, en dat vind ik eigenlijk wel een heel verstandige beslissing geweest. Ook al was ze min of meer tegen onze belangen in. Op het moment dat wij in het sportpaleis terecht zijn gekomen, hebben we gezegd, wel, die kennis die gebruiken wij ook voor eigenlijk onze concurrenten in de markt. Ja, iedereen probeert dat geld van die tickets binnen te krijgen. Maar als er iemand komt die iets wil organiseren, dan zullen wij wel zorgen dat die security er is en dat die plaatsaanduiding er is en dat we dat efficiënt doen. En, en promotie, weet je wat? De adressen van de Night of the Proms, je doet iets dat min of meer in die lijn ligt, je mag ze gebruiken. Natuurlijk, want ja, het, het businessmodel van, van Sportpaleis is hoe meer volk dat er is, hoe meer inkomsten dat we hebben. Dus wij hadden daar een, een onrechtstreeks belang bij. Of een rechtstreeks belang bij. En, da, alleen, en, en ik denk dat het dat is, omdat je daar juist allusie maakte van hoe komt dat dat je eigenlijk uh, geen ruzie hebt met, uh, met al die grote... Dat heeft er allemaal mee te maken. Uh -huh. Wij gunnen ook heel graag het, het licht in de ogen van anderen. We hebben dat nooit protectionistisch uh, bekeken. Dat hadden we misschien moeten doen of kunnen doen. Of gezegd, Hij Sportpaleis dat is van ons, hè. Sorry, het enige dat hier doorgaat, dat organiseren wij zelf. En we zorgen dat, 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 dat de honger net groot genoeg blijft. Dan hadden we misschien met Night op de proms een stuk langer, een stuk meer shows kunnen doen. Had je dat kunnen doen, denkt u? Nou, dat ligt niet in onze aard. Ja. Ik bedoel, dat, dat is dan dat waarde kader waar ik daar juist van, van sprak. Ik vind dat heel belangrijk. En, en, oh, allez. Je gaat dat nog meemaken, maar hoe harder dat je wordt, hoe zwaarder dat, 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 dat hoe meer gewicht nu is wel te zeggen. hoe meer gewicht dat je dat daar geeft, hè. En, 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 en ja, dat, dat zou, natuurlijk is dat zo. En dat, allez. Omdat je nu een aantal keer, ik vind dat was super interessant. Als, omdat je nu een aantal keer bent over dat waardenkader, is dat dan een keer de top 5 van de waarden die jullie? Uh... Goh, of Ergens is het, in Sportpaleis hangt zo'n zo overzichtje. waar dat de, elke eerste letter een waarde is, maar eerlijk gezegd, ik ken het niet van mij. Ah, ja, oké. Okay. Maar dat gaat, dat gaat over transparantie, vind ik heel belangrijk. He, de, de, de duidelijkheid en, en, en niet de ene zus en de andere zo behandelen. Daar waken daar, daar wij heel, heel hard over. Uh, loyaliteit is natuurlijk bijzonder belangrijk. Wat niet wil zeggen dat je moet vastklinken aan, aan een bepaalde partij. Maar, uh, maar, wel, uh, maar wel correct zijn. Hè. De, uh, toevallig een gesprek gisteren nee, er is er bij PRG. Die ja, natuurlijk uh, nu uh, dik in de shit zitten, maar binnenkort ook in de shit gaan zitten. Want dan gaan die 26 vragen tegelijk gaan krijgen. Ze gaan mm -hmm. er maar 15 kunnen, be kunnen bedienen. Mm -hmm. En daar werkt dat dan natuurlijk ook. Als wij een van die 26 zullen zijn, dan gaan die ons niet laten vallen. Okay. Omdat die goed genoeg weten. Hoe, hoe belangrijk dat dat is. En, en, en daar ook allee, goede en niet slechte tijden. Ja. Dus dat zijn denk ik twee zeer zeer belangrijke uh, waarden die we willen delen. En, en, allee, je moet correct zijn, je moet, je, moet, je moet juist zijn, je moet oprecht zijn, je moet, uh, dat soort dingen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Hè? Dat is ook niet, het is niet dat wij daar. Elke ochtend met ontbijt uh, moeten op, afdrammen uh, voordat ze binnenkomen. Je wilt wel je organisatie. Voor wat ja, <laughs> uh, je wilt wel je organisatie zodanig sturen mm -hmm. dat, die, dat al die mensen, al die medewerkers uh, daarnaar werken. Hoe en, groot is die organisatie in aantal eigenlijk? ECN, Sportpolice? Alles en bij elkaar is een kleine honderd mensen. Als de medewerkers. Nou, waarvan dat er hoeveel in Antwerpen zit? 65. Nee. 65. Ja. Ja, dat is een groot spalle. Dat is. Ja. Ja, ja dat is. Ja, dat zijn er veel en dat zijn er weinig. Ja. natuurlijk dat, ja, dat, af... ja, dat is dat is wel wat. Hè. Dat is dat is een, een, een middelgrote kamer. Ja. Het gaat ooit goed gehad om iets kleinschaligs te doen. Of, nee, dat is, vind ik een goede vrouw. Of hij had er daar nooit bij stilgestaan. Of ze de hele tijd zo'n commerciële... <laughs> commercieel zwijn. Zo'n commerciële varkentje is. <laughs> daar kan geen brug in. <laughs> um, ik weet niet goed. De kleinschaligheid in termen van, van, sh van shows of van concerten? Of de kleinschaligheid in... Uh... Ja, laat ons nu even zeggen in termen van, van shows, concerten. Ja, de, de, dat, stopt omdat, uh, dat stopt op een bepaald niveau. Omdat je een kleinschaligheid niet rendementsvol kunt doen. Ja. He, wij hebben eigenlijk nooit, dat nou wil ik nou mijn hand niet voor in het vuur steken, he, maar wij hebben nooit subsidies gevraagd. Ook al denk ik dat we ze zouden kunnen krijgen voor sommige dingen. Ja. Maar wij gaan niet aan een project beginnen met het idee, oh, hier kunnen we dan nou nog eens projectsubsidies voor binnenhalen. Nee, dat, moet, dat moet zijn eigen, zijn eigen levensvatbaarheid uh, kunnen tonen. Maar dat stopt... In, 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 als je dan naar capaciteiten definieert, dan stopt dat op 1500, 1600 plaatsen. Ja. Alles wat daaronder zit, moet in dat een gesubsidieerde uh, circuit komen. Waar ik dat ook accepteer, he, voor alle duidelijkheid. So, ik, ik ben daar is... maar, maar vind je dat jammer? Oh, sorry. Nee, sorry nee. Bram, ik heb je onderbroeien. Nee, nee. Ja. Um, vind dat jammer dat je dus niet met, met projecten bezig kunt zijn die onder de 1600... Vind je dat jammer bijvoorbeeld dat je nu niets kunt doen voor Meteor? Ik, ik, want Ik ga ervan uit dat Meteor vandaag in 1600 mensen kan... Oh, wel, ik, ik zou me kunnen inbeelden dat die iets bij ons in, in een van de theaters zouden komen doen en dat we daar bijna succesvol een theater mee zouden kunnen vullen. Dat zou, dat zou, dat zou moeten kunnen. Enfin, het hangt er een beetje vanaf. Ik niet, ben niet heel goed thuis. Of dat die heel veel optreden en heel veel... Ja, ja maar ja... Afgezien wil ervan zijn. uitgaan, ja, ze zijn nog niet groot genoeg. Zien het dat als een gemis? Zullen, zullen we daar nog mee bezig zijn? Of hadden er echt zoiets van... Oh nee, eigenlijk is dat niet... Uh... Oh, ik... Uh, ik loop niet heel hard op mijn hoogwaardige cultuur. Alleen met, 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 met een... Hoe uh, moet ik dat zeggen? Met een... Uh, Cultuur met de grote C versus cultuur met de kleine C. De, de, ja. die, die, die conflicten die er zijn, ik vind, ik vind het nog altijd jammer dat dat er is. En dat blijkt zo te moeten zijn. En er wordt heel hoogachtig neergekeken op ons vanuit de ene hoek. En wij kunnen natuurlijk ook niet uh, ons niet altijd inhouden om af en toe een keer een, een sneer naar de, naar de gesubsidieerde sector te geven. <laughs> dus dus maar Allee, op, zich is, op zich is dat jammer. Maar voor alle duidelijkheid, ik vind dat toch wel heel belangrijk... Ik respecteer het feit dat er gesubsidieerde instellingen zijn. Ik heb ook uh, geen probleem met het feit dat een, een, een club als Ancien Belgique bijvoorbeeld, dat die zwaar gesubsidieerd zijn. Want in essentie zorgen zij voor de voeding, die uh, ja. die straks, die straks ja, bij ons over ja, de vloer komt. Het enige probleem dat ik ermee heb is dat een Ancien Belgique ook zeven dagen na elkaar dezelfde band durft te zetten. Dan denk ik, sorry, dat is niet uw job. Dat moet je in arena's laten plaatsvinden of in, of in commerciële circuits laten plaatsvinden. Maar goed. Dat is dan een klein deeltje van hun, van hun activiteiten. En ze zeggen: ja, maar We hebben dat wel nodig om de anderen te kunnen doen en om voldoende attractief te zijn. En dat, dat snap ik ook wel, dat argument. Um, maar het, het, het feit dat, dat wij eigenlijk altijd dingen hebben gedaan op de schaal waar dat we nu mee bezig zijn, maakt ook dat ik dat niet zo mis. Zo. Ik, ja, uh, dat snap ik. Pooh, als het nu morgen. <laughs> Nikkeef belt en die zegt: Zeg, ik zou eens een theaterturkje willen doen. En, en dat zou toch wel iets speciaals moeten zijn. En, uh, hè, want dat een theaterturkje is dan nog 1600 man. Dat zou iets speciaals moeten zijn en we moeten eigenlijk niet naar budget kijken. Maar ik ben ook niet op zoek naar, uh, hè, naar, naar, naar olifanten en giraffen dus zou ik nog wel eens een uitdaging vinden om ermee bezig te zijn. Maar goed, die mensen gaan nooit bellen. Uh, shout uh, <laughs> <laughs> Dus daar zou ik mij wel, wel, wat, wel, wat, kunnen, wel wat, wat kunnen vinden. Maar in essentie ja, ben ik wel een commercieel zwijn en moet ik zorgen dat onderaan de streep... <laughs> en, uh, yeah. Frank zijn woorden, hè? Maar, uh, ik kan dat niet nee Nee, ik zeg dat van mezelf. Um, een hond, zeg ja. um, ik. En ik, 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 ik vind het ook dat als je iets doet, dan moet je onder aan de streep ervoor zorgen dat iedereen een normale of een degelijke vergoeding kan krijgen. En dat je daar je, dat je zelf ook iets, iets, uh, iets financieels aan hebt. Niet omdat, je dat, omdat ik dat zo nodig heb om te kunnen leven. Godzijdank ben ik daar een beetje voorbij. Maar ik vind dat dat model dat, ja. dat vereist. Uh, en. Als dat niet mogelijk is, dan zijn er andere mensen die daar veel beter mee om kunnen gaan dan ik, die zo'n dingen kunnen doen. Als je een, een opera-productie bekijkt, ja, dan, dan moet ik toch heel hard op mijn tanden bijten. Als ik, allez, dat, zou, dat zou mij nooit kunnen, nooit kunnen bekoren om, om daar zo'n gigantische budgetten tegenaan te gooien, om dan drie voorstellingen te gaan doen in, in het Operahuis in, in Antwerpen en nog eens drie in Gent. En dan niet twee dagen achterheen, want toch, zie je die mannen, hun stem, die, die, die moeten, die moeten daarmee kunnen rusten. Zoek dan een dubbeleur daarvoor. Hè. Er, zijn, er zijn mensen met hopen die naar die, naar die naar die opera willen komen. Je krijgt ze niet binnen. Maar ja, goed, dat zijn dan andere discussies. Mm -hmm. Modellen dat ik, die ik niet goed begrijp. En dus ik, ik zou daar ook niet in, 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 in kunnen werken. Nee. Dat snap ik. Ja, ik vind dat wel machtig aan u, Jan, dat hij altijd zo daarin. Wat je nu zegt is waar je heel, weer een heel duidelijk standpunt. Dat hij daar ook. Hij had nooit geaarzeld voor daar zo vrij vooruit te komen. Hè? Allez, het is nu maar een voorbeeld, gewoon, maar ja, je weet dat je door dit te zijn toch wel ergens een beetje tegen iemand zijn scheentjes stamt. Ik weet het niet goed. Dat is, allez, ik ik, ik, ik viseer, viseer nooit iemand persoonlijk. Nee, enfin, ja, dat gebeurt wel eens, voor alle uh, dat, dat Maar daar zal ik toch wel, wel even over nadenken. Maar het, allez, wat ik nu, nu zeg. Het is, niet, het is toch niet logisch dat opera, uh, hey, yeah, ik heb ooit eens horen zeggen, hey, per 150 euro ticketinkomsten dat die hebben, ligt er 3.500 euro naast aan subsidies. Hey? Mm -hmm. Nu dat, dat mag en ik vind opera, uh, mij zegt het genre niks, maar ik kan me inbeelden dat dat belangrijk is. En dat het belangrijk is voor de uitstraling van een stad en van, en van een land en, en dat soort zaken. En dat dat moet gekoesterd worden. Daar ben ik het allemaal mee eens, en dat daar geld naartoe gaat, daar ben ik het ook mee eens. Maar leg mij even uit hoe je kunt verdedigen naar een gemeenschap dat één miljoen euro naar een productie gaat, dat je in een opera kun duizend mensen in, even gemakshalve gerekend, dat je twintigduizend mensen hebt die die productie willen zien, en dat je dan maar aan vierduizend mensen laat zien, omdat je dan aan je volgende productie begint. Ja. Dat, dat is iets dat ik niet zo, niet zo goed kan begrijpen en dan zeg ik ja maar en dan zeggen ze ja maar ja uh, die mensen zijn mooi die kunnen niet zingen ja zit dan twee, twee sets ik bedoel uh, 40-45, die spelen alle dagen 300 dagen dan een stuk uh, de, de musical die hebben alles in dubbel zit allemaal dubbeleuren en, en, en dat kan toch niet zo ontzettend moeilijk zijn om min of meer gelijkwaardige kwaliteit te kunnen vinden. Mm -hmm. maar dat is ja allez, ik heb door ik vind me daar ook niet in op. Hè. Ik heb daar dus een keer een gesprek mee gehad, heel open en heel respectvol. Ik probeer dat ook te zijn uh, met die mensen. Dat, 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 dat zit niet in dat model, dat zit daar niet in. Die, ja. zeggen, die, die zijn heel fier terecht, denk ik ook, op wat ze creëren. Alleen, dus heel vaak is dat terecht. Dus, denk ik denk niet dat dat altijd zo is. Oh, maar ja, maar ja, <tiedacht> bedoel, ja, dat dat is voor ik bedoel, bij uh, mezelf uh, is dat ook, hè, dus uh. voor alle duidelijkheid. Uh, uh, en dat is gewoon, en, 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 en dat is gewild, en mensen willen daar naartoe. Hè. Men probeert daar nu de jeugd naartoe te trekken, maar je kunt dat natuurlijk niet doen als, als je een limiet zet op, 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 ja. op, op de belevingscapaciteit mm -hmm. die er is. En dat eigenlijk met een hele kleine meerkost. Want die decors die blijven staan, en die zaal die blijft staan, en dan al, al die dingen die dat blijft, maar een hele kleine meerkost. Namelijk een kast, een dubbele kast. Want een orkest, ja, dat, dat, kan, dat kan alle dagen spelen. Hè. Dat je met een dubbele kast, kleine meerkost... Gemakkelijk, dubbel zoveel mensen dat plezier kunt geven, Waardoor je eigenlijk je bijdrage van de gemeenschap per consumptie ja. uh, halveert. Ik vind het ik vind dat raar dat dat niet kan. Hmm. Maar goed, dat is een andere... Dat je een je verrast voor in de politiek te gaan, eigenlijk. Dat zou mij helemaal niet passen. Nee, <laughs> nee. nee. nee maar dus mij ook, ik denk dat de mensen mij goed genoeg kennen om dat niet te vragen. Ja, dat weet je ja, nou, bij mij ook niet. Ik, uh, nog niet. Ik, ik, ik ben, meestal antwoord ik: ik begin wel met mijn eigen politieke partij. Ik heb ja. er ook al een naam voor. Dat is de Amai. En dat staat voor alle macht aan Jan. Dan ja. moet ze ook iedereen het zijn met dat een Als ze die waar moeten <laughs> verdoven. Amai is daar. Amai is daar. Amai. Amai. amai staat voor Amai. Piet, hoeveel tijd hebben we nog, Matt? We hebben zoveel tijd gelijk dat we willen, maar we zijn twee keer bezig. Goeie, kom op heb je nog een vraag? Heb uh, jij nog een vraag, Bram? Ik kijk terug naar u. Uh, ik heb nog een vraag over... Uh, is Sportpaleisgroep eigenlijk actief in Wallonië? Allee, los van Brussel? Nee. En ook niet in het buitenland, zeker? Hè? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Haalt. Ja, nee, ik het, weet dat niet. Dat is een heel foute drijf. Uh, macht. Nee, macht. <laughs> nee, wa, wa, is dat een heel bewuste keuze geweest voor. Uh, want? Nee, maar nee, op, op, opnieuw wij zijn wat we zijn vanuit uh, de opportuniteiten die ons in de schoot geworpen zijn. Wij, wij, wij zijn niet actief Hasselt gaan, gaan overnemen. Hasselt is naar ons gekomen en we hebben gezegd: het is misschien de moeite om te doen. Lotto Arena, oké, okay, dat hebben we zelf uh, geïnitieerd. Uh, ah. Maar het is niet dat wij, dat wij een strategie hebben van. En, en binnen dit en vier jaar vinden wij dat we nog eens zes zalen daarvoor moeten. Moeten een Hollander zijn of moeten we de noteren. Dus wij we hebben al, al, al genoeg miserie wat we niet hebben. <laughs> <laughs> en dan, wat zijn de plannen voor de komende tien jaar dan? Voor, voor, niet voor u, maar als, voor de groep. En is dat iets. Er, zit nu een, er is nu een hefboom. Uh, uh, Life Nation heeft ons gekocht en heeft meteen, uh, alle, we zijn meteen de, de grootste zalengroep in Europa voor Life Nation. Ze hebben, hebben wel wat, wat, wat dingen in, in de Verenigde Staten, maar eigenlijk in Europa is dat nog uh, redelijk klein. En er is nu een kans, een opportuniteit, denk ik voor ons en dan voor, voor onze medewerkers. Om de expertise die dat wij hebben en die dat wij altijd eh, in, onder onze eigen kerktoren hebben opgebouwd, om die misschien te gaan beginnen delen uh, in het buitenland. Hè. Je zit dan zo af en toe is in een. Uh, Tegenwoordig met je zoom is dat gemakkelijk. Mm -hmm. In een kalken wat dan ineens iemand uit uh, Abu Dhabi bij zit, waar ze een zaal aanbouwen zijn en die zegt: ja, zeg hoeveel lopende meter togen de hielen eigenlijk en hoe berekenen Dat is wel eens prettig om te doen. Maar nu een strategie. We hebben, hebben geen groeistrategie. Ik, uh, hebben wat, wat ik wel een boeiend project vind, bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of ik dat wat gevolgd heb, maar we gaan in Middelkerken als uh, de C ons toelaat, een uh, pop-up Arena bouwen deze zomer. Ja. Wat een heel uh, fijn nieuw project is, en dat zou wel eens een een deal-changer kunnen worden in, uh, in, in zaalexploitatie. Want eigenlijk betekent dat als dat, als dat zou kunnen lukken en margeren, eigenlijk komt het even waar, gedurende een middelkorte periode. Nee, een studie onder doet dat met je in het theater, nu, maar dan voor een aantal jaren. Maar stel dat je dat model zou kunnen, uh, zou kunnen creëren, dat je twee, drie maanden ergens staat rendabel kunt staan. Want in principe, een, uh, in normale omstandigheden, het zal nu van de zomer zal het niet zo zijn, maar in normale omstandigheden zou je het kunnen doen. Ja, dat zou wel eens een model kunnen zijn dat, dat, dat een beetje uh, de zaken door elkaar schudt. Hè? Mm -hmm, absoluut. Dus dat is iets nieuws. Want concreet he, had je er niet iets doen daar, maar met het uh, Night of the Proms uh, orkest? Wij, uh, hebben, uh, wij hebben daar zes concerten staan onder de noemer A Symphonic Evening With. Ah ja, oké. Okay. En dat is dan met zes verschillende Belgische artiesten. Uh, en dat is een beetje geïnspireerd op wat uh, Milo gedaan heeft vorig jaar in, uh, in februari in de Lotto Arena. Uh, net voor de lockdown, met een orkestje van een twintigtal mensen. Maar waarbij de artiest dan de samenstelling van het orkest kan bepalen. Oh ja. Wat dan fijn is, soms kan dat heel veel strijkers zijn, soms kan dat blazers zijn of hard of, of dat soort dingen. Dus dat is, uh, hey, dat is weer dat wat ik daar juist zei: we ja. moeten er altijd iets aan kunnen produceren, want anders, anders is, dat, ja. is dat niks voor ons. En welke capaciteiten? Uh, dat, dat heeft 5.500 capaciteit, maar dan hebben we flink wat staanplaatsen. Wij gaan er denk ik vanuit gaan dat er niet gestaan zal kunnen worden in de zomer. En dan valt je terug op 3800 Dat Is nog veel. Dat is eigenlijk de Lotto Arena zonder balkon. Ja? Daar komt het op neer. Ja, omdat we nu een <laughs> ik zag je denken, ga ik het vragen of niet, maar doe maar. Nee, vraag je me, Peter. Weet, we, en... over, we gaan over corona beginnen. Maar nee, ik wil dat dan niet. Moeten moet, moet we daarover, moeten we daarover spreken, of uh, had jij daar een voor daarover te spreken? Oh, het komt er wel een beetje meningen. Wel nee? ja, ja, ja. bij mij, ja. dus... ja, bij, bij iedereen denk ik. Ja. We gaan dat toch niet doen, hè? Nee. Dus dat is iets super interessants. Nee, te nee, zeggen. We, het, 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 het belangrijkste vind ik, wat we proberen te, te, ons te positioneren is. Uh, de, de leuze optimisme is een moral duty. Hè? En ik denk dat wij, als uh, belangrijke persoon in de, in de markt, ervoor moeten zorgen dat we dat optimisme proberen, uh, proberen vast te houden. Ook al is dat persoonlijk niet altijd even gemakkelijk, zeker niet hè? als je zo weer nog eens een deuntje krijgt of, een, of, of iets in de verkeerde richting ziet evolueren. Maar wij moeten uh, blijven vertrouwen en hopen dat dat, uh, dat dat goed komt. Natuurlijk voor iedereen liever vandaag dan morgen. Maar uh, ja, als het overmorgen zal zijn of uh, volgende week, dan nog uh, moeten wij uitstralen dat het wel goed komt. Naar de consument toe, zodanig dat hij dat vertrouwen kan terug opbouwen of behouden of versterken. Naar uw medewerkers toe, want die kijken natuurlijk heel uh, rijkhalsend uit naar u. Van, Jij moet het weten, kom het van ons vertellen. En naar het beleid toe, om ervoor te zorgen dat, die, dat, uh, dat, dat we daar op de op agenda blijven. Ja. No. Mm -hmm. Heel mooi. Optimism is a moral duty. Dat eh, dat eh? ik het geheel onthouden. Aantoon daarvoor, hè? Jan, ik heb nog, uh, nog één vraag. Oh, oei, Sorry. Dat weet ik. Nee, oh, dat gedaan is als ge, ja, ja, dat weet ik. Als je nogal een, een tip zou kunnen geven aan je 18-jarige zelf, met hetgeen wat je nu weet, wat zou dat zijn? Ja, een tip dat lijkt zo van: daar ligt een zak geld en. Of, of daar ligt een opportuniteit, pak die. Ik denk dat. Uh... Hmm. <laughs> oh ja, de tip vind ik. Ik denk, ik denk, dat, ik denk dat je op zoek zet naar, uh, naar een goed advi uh, advice, hè. Uh, 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 advies. Een advies dat je u zelf advies. zou geven: van, uh, Dit had ik beter kunnen doen, misschien. Nee, nee dat is een Had vraag. ik het geweten of zo? Had, had dit ik dit geweten? geweten ja. Uh... Ja. Ik weet dat ik hier ooit had moeten komen zitten. Ik had wel een heel ander job gezocht. Nee. Hey, er zijn veel die er wel in zijn Oké. Ik krijg constant mails en mogen we ja. komen. Het is waar, hè? Even zeggen even dat dat hier puur <laughs> gewoon plat water is. Dat je krijgt hè, voor alle duidelijkheid. Is het al zes uur? Oh, nee. Nog een half uur hebben we morgen als ik weet. Hè. Ja. ja. Um ja, wat moet ik nu zeggen? Van, doe het dan niet? Ja. Ja, nee, gewoon antwoord op de vraag. U, 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 u <laughs> het, dat kan zelf uzelf zou geven? Uh, aan uw achttien? 18... Uh, ja, ik, allee, ik denk dat, het, dat het, uh, het belangrijkste, denk ik, is dat je moet geloven in wat je denkt dat goed is. En dat je, uh, ja. als je iets aanpakt en je denkt dat we daar, dat moet, dat moet daarvoor gaan, wij, wij hebben eigenlijk echt helemaal in het begin wij heel veel zwarte sneeuw gezien, Jan en ik. We hebben echt uh, bijzonder uh, penibele financiële situaties gekend. We hebben bij vier banken rekeningen geopend, omdat we bij vier banken tot min 10.000 Belgische frank mochten gaan staan. Zo, dat soort, dat soort idiote uh, dingen. En kijk, een beetje later is het dan toch allemaal goed gekomen. Helaas is dat natuurlijk niet voor iedereen zo. Dat is een, dat is een beetje jammer. En ik denk dat heel veel met geluk te maken heeft. Maar ik denk, als je niets gelooft, uh, dan moet er voor gaan. En als je, nee, ik, had het, ik had mezelf het gemakkelijk kunnen maken door bij, bij de zaak van mijn ouders te gaan werken. You chase your own, you chase your own dreams. En, uh, en ik denk dat dat... Ja, het, is, het is soms jammer, omdat je je ziet ook al wel eens mensen uh, vertrekken met een droom in de hoop dat, het, dat ze het waarmaken en, en dan moeten vaststellen dat dat, dat dat helaas niet gebeurt. Dat is, ook, dat is ook niet prettig, dus het, het is niet zo dat dat dan meteen ook een garantie op succes is. Maar als het dat is, is dat natuurlijk zo verrijkend voor je leven. En voor hoe dat je in het leven staat, dat, je, dat het de, de, gok, de gok in ieder geval waard is. En als je het niet probeert, dan gaat je het nooit weten. Hè? Dat is zeker waar. Dat is waar, maar goed... Uh ja hè, wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten denk dat is, denk, hè? dus dat is zeker dat... ja ik hier niet om iets komen ja, kijk met uh, al deze gezegden is het misschien mooi om af te sluiten Optimus is een moral duty uh, ja dat, ja, was, dat het was het. Ja. was dat was ik dat hebben al meer dan vijf minuten onthouden. Ja, ik, ik zal het op zijn open, ja. goed uh, Jan van Esbroek heel hartelijk dank om lang, dank om langs te komen Arbeident Arbeident Jan van Esbroek heel hartelijk dank om langs te komen heel interessant gesprek dank je wel ik heb nog een Technische vraag voor jullie. Weten jullie wat een petabyte is? De wat? Een petabyte? Een petabyte. Ik zelf niet, nee. Ah, val ja. Puntje, puntje, puntje. Eén vraag voor ons, we weten. Wordt ja. word vervolgd. Een petabyte is hetzelfde als 1000 terabyte. En ja, is dan... rode. Hij is in de orde, <laughs> Dat is duizend miljard bytes, volgens mij. Ja. Ik zal het even, uh... En dat is omdat ik, ik zie je computer erop uh... En dat is de hoeveelheid bytes dat wij gestreamd hebben met 24 uur live vorige week. Wow, oh, zalig. Ja, dan hebben ik twee minuten overbabbeld eigenlijk. Normaal heb je dat, mag, hè, dat mag zeggen. Ja, ja, hoe was het? Je, zet, je zet dat dan maar voor, hè. je knipt dat daar. Ja, dus ik was er zelf ook bij en ik was, ah, ja, heel... En ik was heel blij dat ik, dat ik erbij mocht zijn. Een stukje mee was het, teken, was... Ja. het was plezant. Ja, het was natuurlijk uh, hartverwarmend om te doen. Uh, je ziet nu mensen uh, met een smile zo van de ene naar het andere, omdat ze eindelijk eens iets kunnen doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Veel artiesten die, ons, die heel dankbaar zijn voor wat er gebeurd is. En, uh, en een, een heel grote... Uh, een heel grote... Uh, connectiviteit onder artiesten van diverse plamages. Ik vond dat eigenlijk sterk. We hebben, we hebben er heel even over getwijfeld om die in blokken te zetten volgens muzieksjaren. Mm -hmm. We hebben gezegd, we gaan dat niet doen. Nee, en dat maakt dat je dan... Zie uh, je ja. net en twee minuten later Willy Sommers hebt staan zo, op, het, mm -hmm. op hetzelfde podium en dan een week later accelerate. Dus dat was, dat was eigenlijk uh, dat was heel, heel fijn. Ja, die mensen zijn natuurlijk heel blij dat ze konden langskomen. Een beetje risico gelopen, want ja, heel vaak niet gerepeteerd. Je in een, band, die een band 24 uur ja, door. Heel veel respect voor die mensen. Kita zei dat hij een band ook in de namiddag al een paar uur gerepeteerd had. Ja, 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 dus. Ja, ja. <laughs> Bloekske, hebben een miljard. 430 nummers of zoiets hebben ze gespeeld. Dat ja, is, uh, heel veel respect voor die mensen, echt waar. Maar dat was heel tof, en dan natuurlijk, ja, we hebben daar onwaarschijnlijk hoge cijfers gehaald. Ja. Echt? Oh, dat is echt, echt fenomenaal. We hebben op, op, op 22 na, daarmee weet ik het, hebben we 800.000 unieke IP-adressen. Alleen unieke bezoekers gehad. Maar een bezoeker is een iPhone, een smart TV of, of, een, of, of een vast toestel. Ja. Nee. En uh, de gemiddelde kijkduur per bezoeker was 63 minuten. Oh, dat, is, amai, dat is lang. Dat is, straf, ja. dat is fantastisch, hè? Mm -hmm. Dus als je dat vermenigvuldigt met elkaar, hebben we 50 miljoen minuten muziek bij bezoekers gebracht. Dat vind ik onwaarschijnlijk hoog cijfers. Ja, er is, gewoon, uh, er is gewoon vrij veel nood aan. Ik uh, denk de dat de Roaring dat, de Twenties gaan, dat vrij fel gaan zijn als we, als we weer mogen. Uh, ja, dat gaat onvergelijkbaar zo. Hè. De, de, wij verwachten in 2022 anderhalve keer normaal jaar. Ja. En wel, 20, 2022, 2022. Ja. wat? 2022. Dat, wat dat er nu op de planning staat, dat, dat is niet. En de theaters die zitten vroeger. Hè. Dus wij, Stel dat wij mogen opengaan op. Uh, September. Ja, wij gaan uit van de 1 e juli, maar dan niet meer in, in een beperkte capaciteit, mm -hmm. 70%. In de stad Schouwburg in Antwerpen staan 143 activiteiten geprogrammeerd. Op zes maanden tijd. En dus eigenlijk heb ik hetzelfde dan naar die, naar die arena's komt, maar dan met, met vertraging van een jaar ongeveer, weer, drie half jaar. Dus wat de aanbod betreft zal het er zijn, maar allee, wat we nu afgelopen weekend hebben, we, we hebben meegemaakt met die, met die kijkcijfers, er is 2,2 miljoen is de streaming opgestart geweest. Zo dus mensen die drie keer hebben gekeken, he? dat, is, dat geeft op zich al aan dat dat, 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 dat gaat ontploffen. Het enige voordeel, wat ook een beetje nadeel is, uh, het enige voordeel is dat het dat het langzaam gaat in in inlopen. Het is niet gelijk de bevrijding van uh, wapenstil, wapenstilstand tekenen en feesten. Ja. Ja. Dat, gaat, dat gaat er niet zijn. Dus het zal een beetje in, uh, in evolutie zijn en geen revolutie. Op een meer. of andere manier is dat ook jammer hè? dat dat niet zo'n ja. bevrijdingsfeest zou kunnen zijn. Ja. Maar, maar zo, zo vier van... dagen aan de stuk. Man. Vanaf ja. de 1e mei mag het weer allemaal. En dan kunnen we. Iedereen neemt de WKG. Alleen, niet dat we nog geen coje hadden, maar. Ja. Oh, dat is, ja. Ja, als iedereen congé. Ik parten, parten, ja. uh, ik als iedereen congé pakt, dan hebben we geen gelaatsmensen. Dus daar kunnen, kunnen we ook niks doen. Hè. Oh, ja. dat gaat niet. Ja, het wow. gaat wel om ploffen, denk ik. Hè. Zo qua werk. En ja, dat hangt natuurlijk heel, heel nauw samen. Hè. Als er zoveel ja. activiteiten staan, heb je ook die crew nodig om dat getrokken te krijgen. Ja. Je ziet effectief gelukkig dat je zei wel dat het iedereen, zowel de mensen thuis als de artiesten op het podium, het echt nodig hebben. Hè. De, de wil is er hè? zeker, ja. Maar ik heb een aantal echt kleine... Maar ik heb dat ook een keer verteld, denk ik. Maar ik heb zo... Dat afgelopen maanden een aantal heel kleine shows mogen mixen. Ja, dat publiek van het moment dat er maar iets gebeurt... Mm -hmm. Ja, dat gewoon... er is zoveel hoesting voor... voor allez, alles maar voor recht te staan. Hè, want dat mag, dat mag nu blijven. Dat mag ook niet meer, hè. Maar gewoon... Ja, dat gaat fantastisch zijn. Kijk er eigenlijk wel naar uit. Ja, het wordt... Uh, alleen. Een, dat, gaat, dat gaat nu weer een... Uh Gevecht worden of komen voor, uh, voor, voor de kwaliteitsvolle mensen. Hè. Dus wat ik er juist zei bij, bij, bij PRG, hè, je ga, ja, je gaat, daar gaat het niet plots een tekort gaan hebben hè, in de wetenschap, dat er dan nog een aantal zijn die gewoon weg zijn. Hè. Die we hmm. mee ja, niet meer teruggeven. Ja, ze zit niet in niet aan die, die uh, rond deze tafel daar uh, zijn, zijn bezorgdheid over uit. Nou, maar goed, op, optimisme is een moral duty. Hè. het zal wel zijn. Ja. <laughs> Amai cirkel is rond. <laughs> de cirkel is rond, absoluut. Allee, gaan we opsluiten. En op deze plezierige noot, Jan van Esbroek, dikke versie om langs te komen. Dank, Dank je, je wel. Bram, merci voor de co-hosting. Tot de volgende.